Yeah, we are here. Just come on, just give the Lord a very big hand and a shout of joy. I think you can do way better than this. Shall we just shout the name of Jesus? Come on. That's right. Well, this was the most interesting countdown ever I saw. I said to the guys, just play some very anointed worship music, but it was like the opposite. But at least we are awake, amen. I really want to speak to that camera, and I want to welcome all our viewers. Thank you so much for watching live from the Netherlands. Ik wil tot die camera spreken, al onze kijkers welkom heten. Dank jullie wel dat jullie vanuit Nederland kijken ook. So we were so happy that we can do this for you. We know there's some nations watching. You couldn't be here, but you're here with us tonight online. Thank you so much for being part of what God is doing here. Ik vind het zo bijzonder dat jullie hier kunnen zijn. Maar ook de mensen die meekijken, dat je er hier niet bij aanwezig kan zijn, maar toch kan kijken. We zijn heel dankbaar dat God hier aan het werk is. Shall we just stand up on our feet? Zullen we gaan staan? Because I feel there's so much excitement. Ik voel gewoon de spanning in de lucht. And you know, it's because Jesus is here. En dat komt omdat Jezus hier is. And when Jesus shows up, everything is possible. En als Jezus tevoorschijn komt, dan is alles mogelijk. And tonight we're going to share what I do believe God's heart for the nations. En vanavond gaan we ook wat ik geloof God's hart voor de natie is delen. I said again, tonight we're going to share what is really on God's heart. We gaan vanavond echt delen wat op God's hart is. His desire is to see the nations being saved and filled with the glory of the Lord. Zijn verlangen is om te zien dat de naties gered worden en gevuld worden met de glorie van de Heer. Yesterday night we heard late the news of all the riots happening in Rotterdam. Gisteravond hebben we laat gehoord over de rellen in Rotterdam. My sister literally this morning had to walk over blood when she went to the Coolsingel to her work. Mijn zus moest vanochtend letterlijk langs bloedsporen lopen toen ze naar haar werk ging, langs de Coolsingel. And one thing we need right now. Wat we nu echt nodig hebben. It's the person Jesus in the Netherlands. Het is de persoon van Jezus hier in Nederland. And I know he will do something. En ik weet dat hij iets gaat doen. That we will be so shocked about. Dat we gewoon versteld zullen staan. He's going to pour out his glory and his presence over an entire nation. Hij gaat zijn glorie en zijn aanwezigheid uitgieten over hele landen. And this whole night is about him. Deze hele avond draait om hem. So let's just lift up your hands to heaven if you want that. Laat onze handen uitstrekken naar de hemel. And Jesus, we thank you so much that Jezus, we can say you are the center of our life. Dat we kunnen zeggen dat u het middenpunt bent van onze levens. You are the center of our life. U bent het middenpunt van ons leven. We pray, Lord. We bidden, Heer. That you will be. Dat u zal zijn. The center. Het middenpunt van ons leven. Of our government. Van onze overheid. Of our society. Van onze samenleving. Of the problems the nations are facing right now. Het middenpunt zal zijn van de problemen waar de naties tegenaan lopen. We do believe, Lord, that this crisis. We geloven, Heer, dat deze crisis. Will draw people straight into your arms. Mensen direct in uw armen zal trekken. We pray for all those people in Europe who are so frustrated. We bidden voor al die mensen in Europa die zo gefrustreerd zijn. And so angry. En zo boos. And yes, Lord. En ja, Heer. We actually do understand some of the things. En Heer, we begrijpen echt een aantal van die dingen. But Lord, we know that aggression is not the way. Maar Heer, we weten ook dat agressie niet de manier is. We know that you are the way. We weten dat u de weg bent. Out of this crisis. En de enige weg uit deze crisis. And so thank you, Lord, that your yes is yes. Dank u wel, Heer, dat u ja, ja your is. Your promises are amen. Beloften zijn, amen. And greater things will happen. En grotere dingen gaan plaatsvinden. And says just one more time, shall we just lift up the name of Jesus? Zullen we nog één keer de naam van Jezus hebben? He is the answer, guys. Hij is het antwoord. He is the answer. Hij is het antwoord. He is the answer. Hij is het antwoord. Amen.
You are the center. You are the center. Nothing else matters anymore when we meet you face to face. You are the center of it all. Nothing matters more.
Because you have conquered it all, Lord Jesus. You're at the center, you're at the middle of it all. You have conquered it all. Every victory belongs to you. To you belongs it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. Yeah.
reach yourself out to him. Reach your arms to heaven. Reach your arms to heaven. Let his spirit move inside of you. Reach your arms out to heaven. Reach your arms out to heaven. Let his spirit move inside of you. That's your desire tonight. More of Jesus, more of his glory. Just one more time before we shift to other things. Let's just lift up our voice right now. And let's cry to Jesus. Jesus, show me your glory. Your glory. Jesus, show me your glory. Jesus, we need you in this nation. Come on, church. Let's cry out. Facing. Ik geloof echt dat God deze crisis kan gebruiken waar we nu tegenaan kijken. For the global harvest. Om een wereldwijde oogst. I want to beg you to do one more thing before I come to sit down, please. Ik wil nog één ding aan jullie vragen voordat jullie gaan zitten. And also have everyone you're watching at your home, thank you so much for joining us. Just for one more moment, so we just stand up on our feet. En iedereen die vanuit thuis meekijkt, dank jullie wel dat jullie meekijken. There's power in the name of Jesus. Is kracht in de naam van Jezus. I say it again, there's power in the name of Jesus. Ik zeg het nog een keer, er is kracht in de naam van Jezus. There's power in his blood. Is kracht in zijn bloed. And there's such, I don't know what's happening with you the last few weeks and months, but there's such a desperation in my heart. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar de afgelopen weken, maanden is er gewoon een wanhoop in mijn hart.
to see the name of Jesus being lifted up here in our own nation. Want ik wil dat de naam van Jezus verhoogd wordt in ons eigen land. And I want to be careful with this, but I do believe if there's ever a moment. En ik wil hier voorzichtig mee zijn, maar toch geloof ik als er ooit een moment is geweest. That this nation is facing such a crisis. Dat dit land tegen zo'n crisis aankijkt. The moment is now. Dat het moment nu is. Well, millions of Dutch people will bow their knees before Jesus. En toch dat er miljoenen Nederlanders hun knieën zullen buigen voor Jezus. Because he is the answer. Want hij is het antwoord. He is the answer. Hij is het antwoord. He is the answer. Hij is het antwoord. So tonight, this moment, believe with us. Dus vanavond, op dit moment, geloof met ons mee. That God is able. Dat God in staat is. To save this nation. Om dit land te redden. And I want to ask you, maybe you've never done this before. That's alright. Just try to join us. En ik wil jullie vragen, misschien heb je het nooit eerder gedaan, maar probeer gewoon mee te doen. But your prayers matters. Maar jullie gebed doet ertoe. There's power in your tongue. Er is kracht in je tong. So let's use tonight our tongue to lift up the name of Jesus over this nation. Dus laten we vanavond onze tong gebruiken om de naam van Jezus te verheffen over dit land. Do you think it's possible we can pray for just a minute? Geloof je dat het mogelijk is dat we een moment kunnen bidden? Just for this nation. Alleen voor dit land. Who does believe there is power in the name of Jesus? Wie van jullie gelooft dat er kracht is in de naam van Jezus? We just don't shout. We gaan het roepen. We shout the name of Jesus. We roepen niet alleen zomaar bang voor de naam van Jezus. In every society, zijn koninkrijk die doorbreekt in ieder samenleving. In our nation. In ons land. And I'm proud to be called Dutch. En we zijn trots om Nederlanders genoemd te worden. I love to be called a flying Dutchman. Ik vind het geweldig om een vliegende Nederlander te genoemd worden. We need the power of the Holy Spirit in this nation. Maar we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig in dit land. So let's lift up just one more time, just for the sake of all those people. Dus laten we nog één keer zijn naam verheffen voor al die mensen. Who are in need or in bondage or in darkness. Die een nood hebben, die gebonden zijn, die in de duisternis zijn. Remember that little group of people, 120, praying for the Holy Spirit in Jerusalem. Weet jullie, de 120 mensen, dat kleine groepje mensen die voor de Heilige Geest aan het bidden waren in Jeruzalem. And it came. En toen kwam hij. The sound came. De kracht kwam, de geluid kwam. The atmosphere kwam. Changed. En het leven werd veranderd. Shall we believe this for this nation? Zullen we dat geloven voor dit land? Come on, shall we believe this for this nation? Zullen we dat geloven voor dit land? Let's lift up the name of Jesus right now. Laten we de naam van Jezus verheffen. Oh,
I just want to take time for the Holy Spirit to come right now. Onze hart en onze vlees roept het uit. We willen gewoon de tijd nemen voor de Heilige Geest. Just one more minute. Nog even een moment. Lord, our heart. Heer, ons hart. Our flesh. Ons vlees. Crying out. Roept het uit. Show us your glory. Toon ons uw glorie. Show this nation your glory. Toon dit land uw glorie. Show Europe your glory. Toon Europa uw glorie. Show the world your glory. Toon de wereld uw glorie. Because you have promised in your word. Want u heeft beloofd in uw woord. Come to show your glory. Dat u onze glorie zal laten zien. To every person. Aan ieder persoon. Every tribe. Aan ieder natie. Every nation. Elk land. Thank you.
Thank you, Lord, for greater things. Dank u wel voor alles wat u doet. Thank you, Lord, for greater things. Dank u wel voor grotere zaken, Heer. We do believe that the best is still yet to come. En we geloven dat het beste nog moet komen. It's not finished yet. Het is nog niet klaar. Halleluja. Halleluja. So just shout for joy. Give the Lord a big hand. Vreugdevolle uitroep voor de Heer. Wow. You can be seated for a little bit. Jullie mogen even gaan plaatsnemen. Are you happy with Loft Worship Team? Geweldig, het loopt goed. En San en Matthijs, de familie, just came back yesterday from Mexico. San en Matthijs, die komen net gisteren terug uit Mexico. Hola, you were there for 3-4 weeks, I think. Yeah. Hola. So happy with such wonderful worship teams in this nation, amen. Wat een fantastische aanbiddingsteam in dit land. Are you happy? Zijn jullie blij? Yeah, it's so good to be here, isn't it? You feel the excitement in the air. Het is zo bijzonder om hier te zijn. Je voelt gewoon opwinding in de lucht. Just a small few things we actually would love to share with you. Er zijn een paar kleine dingen die we graag met jullie willen delen. We want to welcome partners. We willen onze partners welkom heten. Family. Familieleden. People who are part of our staff. Mensen die onderdeel zijn van onze staf. And tonight we want to share with you a little bit. Vanavond wil ik een klein beetje met jullie delen. About upcoming events. Bijeenkomsten die gaan plaatsvinden. What we do believe is shaking the world. En wij geloven dat de wereld gaat schudden. So say to your neighbor. Dus zeg tegen je buur. You are a world shaker. Je bent een wereldschudder. Yeah. If you like it not because you are here, you are shaking the world. En of je nou leuk vindt of niet, omdat je hier bent, ga je de wereld schudden. We have some amazing speaker with us tonight. We hebben een bijzondere spreker vanavond bij ons. And I will introduce him as well. Ik zal hem zo gaan voorstellen. We have a bunch of leaders here representing different denominations and churches. We hebben een aantal leiders hier die vertegenwoordigen verschillende denominaties en kerken. And also Arlene is here with us. Arlene is hier ook bij ons. Going to prophesy. Die gaat profeteren. So it's a great night, amen. Het is een bijzondere avond, toch? And you know, the Netherlands is like well known as the pioneering people. Wherever you are there, you find the Dutch. De Nederlanders staan bekend als een soort pioniersvolk. Waar je ook komt, je vindt daar wel Nederlanders. I tried to escape the Netherlands many times in my life. Ik heb al meerdere keren geprobeerd om aan Nederland te ontsnappen in mijn leven. My beautiful parents are here as well. Mijn ouders zijn hier ook. And baby mom and dad, you can stand up. They're my biggest supporters. Mijn vader, my mom and dad. That's my mom and dad. Yeah. Mijn vader en moeder. So actually, I am their fruit. So, ik ben hun vrucht, toch? If you like it or not. Of je het nou leuk vindt of niet. They're the biggest supporters. And, you know, even when I was 14 years old, I was already going as a teenager, actually, to ships away from the Netherlands, exploring the world. En 14 ze zijn mijn grootste fans. Toen ik 14 was, was ik al bezig om op schepen te gaan en de wereld te ontdekken. And my mom and dad always waved me out. Mijn vader en moeder die kwamen altijd uitzwaaien. And it was like, I love exploring the world. Ik vind het zo geweldig om de wereld te ontdekken. My problem is wherever you go, you find the Dutch. Maar mijn probleem is juist waar je ook komt, je komt daar Nederlanders tegen. You cannot escape them. Je kan er niet aan ontsnappen. First time I came to Indonesia. De eerste keer dat ik in Indonesië kwam. I was reading knalpot. Las ik knalpot. Well, people talk Dutch there. Mensen spraken daar gewoon Nederlands. I was with a big ship in Cape Town. Ik was met een grote schip in Kaapstad. And people say in Dutch, like, you want to have a drukkie? Wil je een drukkie hebben, een omhelzing? Like, you are from South Africa. They didn't speak Dutch. En de Nederlanders die zeggen daar ook van in het Zuid-Afrikaans van, wil je een drukkie, een omhelzing? You know, in almost every nation you found Holland windmills and tulips. In bijna elk land kom je windmolens van Nederland tegen en tulpen. And what I love is that also this nation is well known about bringing the gospel to the nations. Maar wat ik ook bijzonder vind is dat dit land heel goed bekend staat dat wij het evangelie naar de natie brengen. And so I just want to ask you for your prayer. Dus ik wil jullie ook gewoon vragen om te bidden. Normally we do this in church. Normaal gesproken doen we dit in de kerk. But our situation is a little bit different. Onze situatie is een beetje anders. We are the church, amen. Wij zijn de kerk, together. Amen. Wij allemaal samen. And so we need your prayer. We hebben jullie gebed nodig. This Tuesday. Komende dinsdag. We are leaving the Netherlands for a little bit. Gaan we een tijdje weg uit Nederland. And we're going to do something very special because God told us to do. En we gaan iets heel bijzonders doen, want God heeft ons gezegd dat we het doen moesten. We are going to the nation of Uzbekistan. We gaan naar het land Uzbekistan. To the city of Tashkent. Naar de stad Tashkent. And they mobilized more than 2,000 leaders from all over the stand nations. So Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan,
Tajikistan. That's like Greece, right? It's Greece salad or something like that. No. We gaan 2000 leiders uit verschillende naties, eigenlijk alle stamnaties, Kazachstan, Tajikistan, Kurdistan, Turkmenistan. Die komen daar allemaal tezamen, 2000 leiders. I'm going there together with my twin brother Jean-Luc. Ik ga er met mijn tweelingbroer Jean-Luc naartoe. Jaap en Astrid, maybe you can stand up, you're joining me. Jaap en Astrid, die gaan ook met ons mee. As well as Steve. And Jesse, I don't know where Jesse is. Steve gaat mee. And do I forget? So, yeah, of course, Vincent and Heather are. Vincent en Heather gaan ook mee. Jullie ook gaan staan. But we really need your support in prayer. We hebben jullie echt jullie ondersteuning in gebed nodig. So when you go to the website of Uzbekistan, they say, please, you know, don't come there. Als je naar de website van Uzbekistan gaat, dan staat er zo wat van, kom alsjeblieft niet. It's not because of corona. En dat heeft niks met corona te maken. But they changed a president. Ze hebben een nieuwe president. And so they're a little bit more open for little small Christian meetings. Dus ze staan een heel klein beetje open om kleine christelijke bijeenkomsten toe te staan. This will be probably the first big one with so many leaders together with the permission of the government. Dit is waarschijnlijk de allereerste die zo groot is, met zoveel leiders bij elkaar, met toestemming van de overheid. And we all know what happened in Myanmar. En we weten allemaal wat er gebeurde in Myanmar. So, I smell revival. Dus ik ruik gewoon opwekking. We smell stadiums being full in that Central Asia. Ik ruik gewoon volle stadions in Centraal-Azië. We smell an outpouring of the Holy Spirit in we Afghanistan. We ruiken gewoon een uitgieten van de Heilige Geest in Afghanistan. And so, we need your prayers. We hebben jullie gebeden nodig. The organization made a little video clip, but we love to show to you, so you have a little bit taste. I don't read Russia or whatever the language is there. So de organisatie heeft een heel klein videoclip klaargemaakt, zodat jullie een beetje een idee kunnen krijgen, maar ik kan geen Russisch lezen. But there are a few people in there what I love, so just let's show the little video clip and pray for us. Maar er zijn een paar mensen waar we echt van houden. Amen. Come on. Amen. Well, bijzonder toch? We for sure we didn't make this, so this is their promotion. So this is good. Dit hebben wij niet gemaakt. Dit is hun promotiemateriaal. I like the flashlight. That's good. Ik vind die zaklamp geweldig. Yeah. Amen. Flashlight. The bliksem. Ja, Never mind. It's funny. Bliksemschicht. But so Billy, pray for us. Dus als jullie graag met ons mee willen bidden. So we leave Tuesday, we come back Monday. We gaan dinsdag weg, we komen de maandag erop terug. Pray for Laura, stay with the kids. Bid voor Laura, die bij de kinderen blijft. And Magda, you stay behind as well as intercessors, pray for us. Magda, yeah? Die ook thuis blijft. Who wants to pray for te us? Bidden. Wie vinden jullie wil voor yeah, ons thank bidden? You guys. So this is very important, you know. And just don't pray for us, but pray for the people there. Het is heel belangrijk. Bid niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen daar. Amen. Amen. And there are coming new trips coming up. So as Harvest Food International, we want you to be involved. We want you joining us. Er komen ook nieuwe reizen aan.
En omdat wij vanuit Harvestfield International graag jullie betrokkenheid willen hebben, willen jullie dat jullie met ons meedoen hierin. Leave your again your name, your address behind, and we want to come in contact with you. Dus als je meer informatie wil, laat je naam en e-mailadres achter, dan kunnen wij in contact komen met je. Want to join us to Ukraine, Kiev. We are going there in December. Als je met ons mee wil gaan naar Oekraïne en Kiev, dan gaan we in december naartoe. Whole stadium, the biggest stadium is rented in Kiev. De grootste stadion is afgehuurd in Kiev. So can fit, I think, 35 to 40,000 people. Er kunnen ongeveer 35 tot 40.000 mensen in. And for 4 days we're going to do there an evangelic outreach. We gaan daar 4 dagen lang evangelisatie en outreach doen. Amen. Oekraïne, that's cool. Amen. Oekraïne, toch? Dat is bijzonder. Oezbekistan. And then second week, so the first weekend of January, we are actually going to Russia. In de eerste week van januari gaan we trouwens naar Rusland. And we're going to do a citywide Moscow outreach there. En we gaan Moskou in de hele stad outreach doen. If you're an evangelist. Als je een evangelist bent. And you want to help me train other evangelists. En je wil mij helpen met het opleiden van andere evangelisten. Third week of January, we go for a weekend to Slovenia. Gaan we de derde weekend van januari. Voor een heel weekend naar Slovenië. And for that area, they mobilized 400 evangelists who want to be full-time sent out to reach Slovenia, Czechoslovakia, that whole area. En voor dat gebied willen ze 400 evangelisten trainen die Slovenië en Tsjechoslowakije dat hele gebied gaan bereiken. So they're flying us in to train these 400 evangelists. So if you are an evangelist, you want to join me and have that experience, please come up to me and we'll talk. Dus ze halen ons daarheen om 400 evangelisten op te leiden. Dus als je daar een hart voor hebt, kom naar me toe. Laten we met elkaar praten hierover. And if you say, but Matt, you know, I work, I cannot come. Maar als je nou zegt van Matthäus, ik werk, ik kan niet komen. Well, the nations are coming to the Netherlands. De naties komen naar Nederland. Amen. Amen. And so two incredible events are coming up. Er komen twee bijzondere gebeurtenissen aan. And As a small ministry, because we are small, we are able with partners to host Awakening the Netherlands and together with Caleb, and he's going to share way more about that. Empower 21 is coming to the Netherlands. We zijn maar een kleine bediening, maar we zijn gelukkig met samenwerking van andere organisaties om Awakening Europe te hosten. And you came here. And you came here to be involved in something. Jullie kwamen hier om ergens bij betrokken te zijn, toch? Amen. Amen. And so. We are so excited about this two, I want to say, life-changing, nation-shaking events. It's a song almost. Ik vind het zo bijzonder, wij vinden het zo bijzonder dat de twee levensveranderende, landschuddende gebeurtenissen gaan plaatsvinden. And we need you. En we hebben jullie nodig. We need a lot of people. We hebben heel veel mensen nodig. Amen. Amen. It's getting quiet now. That's good because you're listening. Stil. That's right. You're listening. Dat is juist goed, omdat jullie goed luisteren. And so, I talked to Ben last week. He's in the States right now. Ik heb vorige week met Ben gesproken. Hij is nu in de VS. And I asked him to do a little video. En ik vroeg hem om een kleine video te maken. He would love to be here with you. Hij zou heel graag hierbij aanwezig willen zijn. As you know, next year in July. Maar volgend jaar in juli. And we talk about it already now for 2 years. We zijn er al 2 jaar over aan het praten. But because of COVID, it get postponed all the time. Maar door COVID werd het elke keer uitgesteld, uitgesteld. But we do hope that July 2022. Maar we hopen in juli 2022 Awakening Europe Netherlands will start to take place in Rotterdam. Awakening Europe Nederland gaat plaatsvinden in Rotterdam. And so the Rotterdam Ahoy is hired. En Rotterdam Ahoy is afgehuurd. And Ludwig, who is supposed to be here, but he doesn't feel well, so he's at home. Ludwig zou hier ook bij zijn, maar hij voelt zich niet lekker, dus hij is thuis. He was going to share about how you can be involved with all the outreaches we're going to do there. Hij zou gaan delen over hoe jullie betrokken kunnen raken bij de outreaches die we daar gaan doen. Who likes to go with 10,000 on fire, Holy Spirit empowered people on the streets of Rotterdam sharing the gospel of Jesus Christ for 4 days? Wie zou betrokken willen zijn bij 10,000 volvurige Heilige Geest mensen die de straten van Rotterdam opgaan? Serious. This morning I saw so much destruction on TV and on the photos of my sister. I was like, God, we're going to kick the devil back. Vanochtend heb ik zoveel vernietiging gezien op televisie en van de foto's van mijn zus. En ik heb zoiets van, hier, we gaan de duivel een schop terugverkopen. Do you believe with me? Geloven jullie met me mee? That Rotterdam is not known of the riots and the destruction. Dat Rotterdam niet bekend zal staan om rellen en destructie. Because there are people on the streets. Maar omdat er mensen op de straten zijn. Worshiping Jesus. Die Jezus aanbidden. Showing love to the lost. Die liefde tonen aan de verlorenen. It's going to happen. Want dat gaat gebeuren. So that's July 2022. Juli 2022. And we do a short video from Ben Fitzgerald.
We gaan jullie een klein video tonen van Ben Fitzgerald. I just want to say a big I love you, and I'm so encouraged by what God is doing right now in the Netherlands. It truly is a harvest field that is really ready to be plowed by the glory of God, and Jesus wants to move in mighty, mighty ways, and I'm so thankful for what's happening there at the moment. I want to invite you guys to be a part of two things. First of all, the Lord's preparing a path. He's been preparing it for years for people in Holland to really, truly hear the gospel. And for those people who are just still walking around in blindness, maybe they've been affected by fear, by COVID, by all that's going on, to really see Jesus, to hear the gospel. And that's happening next year at Awakening the Callback, which is in Rotterdam. It's going to be a wild summer for us in the Netherlands there. And we must enter this with great expectation about what the Lord is going to do. And so I encourage you, begin to pray, be part of this. Even say, I'll volunteer, I'll be a street outreach leader, or I'll be somebody who, you know, goes into the stadium and looks after the people who just newly get saved out in the back room, praying for them. Be a part of what the Lord is doing in drawing those to himself and getting the reward that the blood of Jesus paid for through Europeans. So I'm so, so excited, and especially for Matt and Laura, because as leaders, they've postured their heart to just say, God, we need more of you in this country. Come, we'll do whatever it takes. They're not leaders who are just drawing people to a ministry name or to even just an event. They're there because they want God to touch people through your life, through my life. And I'm so, so encouraged. So I encourage you, partner with them, get behind this ministry and just see this. Well, let's see this take off in a way that none of us can control. We're all like, how is God doing this? It's so glorious and so exciting. And we're part of what Jesus wants more than what any of us want. But get behind Matt and Laura, partner with them, and partner with us for Awakening Europe next year in the Netherlands. It's going to be so glorious, so tremendous. There's people coming from all over the world flying to be there. I literally just came out of a meeting with Bill Johnson. I'm here at Bethel Church right now, and he will be there at that next year's meeting because he wants to see Jesus touch your country. So I encourage you, please be part of this. Open your heart wide to these ministries that are jumping into the forefront of the harvest, saying, God, let's do this thing and let's get everybody involved. No Christian sits on the bench in this one, in this hour. All of us have to live this full contact sport called the gospel. And we honestly just need to reveal Jesus more to the Netherlands. He needs to be seen, and he's seen through you and I. So I encourage you, support what's going on. And I love you, Matt and Laura, and I love everything that's happening there in the Netherlands. And I just pray it increases more and more in Jesus' name. Bless you all. See you soon. Amen. Well, thank you, Ben. Come on, give the Lord a hand. Laten we een applaus voor de Heer geven. And again, we do this in English because we have people who are willing to be here from the nations, but they couldn't be here and they want to be involved in this. En nogmaals, we zenden dit ook uit omdat er mensen vanuit de natie zijn die hier graag bij betrokken hadden willen zijn, maar niet konden komen. Are you excited about this? Vinden jullie dit niet bijzonder? Is het fantastisch? Echt fantastisch. I really do believe in life-shaking events. Ik geloof echt in gebeurtenissen die je leven op zijn grondvesten schudt. Just before COVID. Vlak voor COVID. 80 churches in Rotterdam. 80 kerken in Rotterdam. Decided to work together for Awakening Europe in next year. Besloten samen te werken voor Awakening Europe het jaar erop. We had glorious pastors meetings there. It brings unity and together we will hit that city. Er is zo'n eenheid gekomen tussen de voorgangers en samen zullen we die stad aanraken. And the good thing is, I do believe that many of you. En het mooie is, ik geloof dat velen van jullie. You will say, well, what God can do in Rotterdam, he can do in Den Haag, he can do in Groningen, he can do in Drachten, he can do in Nijkerk, he can do in Putten, he can do it in every village, and he's going to use you, it's empowering you to do some stuff like that. Amen? En wat God kan doen in Rotterdam, kan hij ook in Den Haag doen, en Groningen, en Nijkerk, en Putten. Als hij het daar kan doen, kan hij het ook hier doen. En hij kan jullie daarvoor gebruiken. Amen? Appreciate it, girl. You look great. Awesome. Wow, great. Hope it's so long. It's so long we were on the stage together. Het is heel lang geleden dat wij zo samen hebben gestaan. When our son Zephaniah, he's there behind the camera. Toen onze zoon Zephaniah. Was a little baby. Nog een babytje was. How old was he? 6 weeks or 2 months? Ja, 2 maanden oud. He was 2 months. I flew to Uganda because we have a huge children's ministry there. Ik vloog toen naar Uganda want we hadden daar een grote bediening onder kinderen. And you were there as well with Samuel. And also with a baby, I think. Yeah. Toen was ik er ook met onze oudste. And my man. So that's good, amen. It's good we are here together again. Amen.
Dus goed om weer she was a missionary in Nepal, so she just came back through circumstances last year. So, ja, wij waren zendelingen in Nepal en door omstandigheden zijn we nu terug. We love the nations. We houden van de landen. And but the nations are coming to us right now. Maar de naties die komen nu naar Hallelujah. Ons toe. Hallelujah! Are you excited? Vinden jullie dat niet bijzonder? They're all flying to the Netherlands. Ze vliegen allemaal naar Nederland. They fly into your lap, no, not in your lap. You don't want that. But ze vliegen zo je schoot in. Nou ja, nee, niet zo, zo dichtbij, maar. And we love to dream big. En we geloven in grote dromen, daar houden we van. And there is something, and I please pay attention for this, because this is my bridge to what we are all longing for. En er is iets, en let goed op, want dit is eigenlijk mijn overstap naar datgene waar we allemaal naar verlangen. If there's a dream in your heart, als er een droom in je hart is, what you think you can accomplish, en jij denkt dat je dat misschien kan bereiken, I don't know always it's really from God. Ik weet niet of dat echt van God is. Is if there's a dream, maar als er een droom is in your heart, in your heart, where you will say, well, this is not possible human wise. Maar waarvan je zegt van nou mensen gesproken is het gewoon niet mogelijk. Probably it's really from God. Dan is het waarschijnlijk van God. Right? En toch? And I don't want to brag about this, but there are not that much people who can stretch me in my faith. En ik wil hier niet over opscheppen, maar er zijn maar weinig mensen die mij nog kunnen uitdagen in mijn geloof. Faith for North Korea, for everything. Want ik heb geloof voor Noord-Korea, no problem. Alles. God can do everything. God kan alles doen. But now, 3 years ago, maar nu, 3 jaar geleden, I got invited by an evangelist called Daniel Colenda. Werd ik uitgenodigd door een evangelist, Daniel Colenda. To fly to Johannesburg, after our big conference here in Nijkerk, Mission Possible. En ik werd uitgenodigd om naar Johannesburg te vliegen na onze grote bijeenkomst Mission Possible Jean-Luc, hier in Nijkerk. Right? Jean-Luc Trussel, he went there. Nathan Morris, Stotwai, Ben Fritschel, like all our friends, they all flew to Joburg. Nathan Morris, Jean-Luc Trussel, dus ze vlogen allemaal in Johannesburg. We didn't know the purpose. Wij wisten niet wat het doel was. But we are ready to sow ticket money and time into something if Daniel Colenda or our friends say come, we come. We don't ask a lot of questions. We just come. We wisten niet wat het doel was, maar waren bereid om geld in tickets te investeren en te zaaien op die manier. Want als Daniel Colenda zegt kom, een vriend van ons, nou dan komen we. Because they are carrying something from heaven. Want ze dragen iets met zich mee van de hemel. It's most of the times about souls and the kingdom of God and bringing unity in church. En meestal gaat het om de zielen en de koninkrijk van God en mensen naar de kerk brengen. I entered into that building just straight from the airport in that beautiful hotel. En ik kwam in dat gebouw rechtstreeks vanuit het vliegveld. And I see Cindy Jacobs walking and like my favorite speakers. I'm not going to name them because the list is long. Like all my favorite speakers were there. En ik zag Cindy Jacobs lopen en eigenlijk al mijn lievelingssprekers. En het is een hele lange lijst, maar ze waren daar allemaal aanwezig. I was getting so excited to be in the elevator with the speakers. So this is, I did it for like 4 hours. I went into the elevator. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Because, you know, all the speakers had to wait in the line. Finally, I had time with them to talk with them in the elevator. En ik vond het zo bijzonder. En ik zag Love al die sprekers. Dus zij gingen de lift in. En ik ben wel 4 uur lang in die lift gebleven. Op, neer, op, neer, op, neer. Want dan kon ik tenminste met ze praten. En dan kon ik ze van dichtbij ervaren. And they all talk the same. En ze praten allemaal hetzelfde. About it. God wants to do something bigger than we ever thought before. Over het feit dat God iets groters wil doen dan dat we ooit voor mogelijk hebben gehouden. That night. En die avond. A very wonderful gentleman. Came out. It was Mr. Bill Johnson. Sorry. Een bijzonder man die kwam die avond. But, sorry? Ja, yeah, Mr. Bill Wilson. I said Bill Johnson. Bill Wilson. I didn't know him, but he became like really for us like an incredible man of God. Ik kende hem nog niet, maar hij werd voor ons echt een bijzondere man Gods. Such a wisdom. Zo'n wijsheid. And came out, you know, we figured out he was the president of the Oral Roberts University in the States. We ontdekten dat hij de president was van Oral Roberts University in the VS. Overseeing, I think, one of the most influential Pentecostal movements in the world. Hij overziet een van de meest invloedrijke Pinksterbewegingen in de hele wereld. And he was sharing about Empower 21. En hij deelde over Empower 21. And I was so touched by it. En ik werd er zo door aangeraakt. A network of worldwide leaders. Een netwerk van wereldwijde leiders. With one passion, met één passie. Seeing this whole world being safe. Om te zien dat de hele wereld gered zou worden. Everyone. Iedereen. Say with me, everyone. Zeg maar mee, iedereen. Everyone. Iedereen. And this was not spoken by evangelists. It was spoken by teachers, by apostolic leaders. En het waren niet alleen evangelisten die dit zeiden. Nee, het waren
apostolische leiders, dat waren leraren and die was like, zeiden. I want to be part of this. En toen zei hij, hier wil ik deel van zijn. And so we became part of it. Dus we werden er deel van. And then we went to Bogota. En toen gingen we naar Bogota. They were sharing a vision, but I'm not going to share because we have one of the greatest men of God here in our midst. En ze deelden een visie en dat ga ik niet met jullie delen, want we hebben een van de grootste man Gods in ons midden nu. Who's going to make it possible together with his team? Mogelijk gaat maken met onze team. Caleb. And so Jean-Luc became part of this. En Jean-Luc Trassel werd hier ook deel van. And to make a long story short. Een lang verhaal kort. There will be something happening in 2023. Er gaat iets gebeuren in 2023. And awakening is connected with it. En awakening is erbij betrokken. What will shake the whole world? Wat de hele wereld gaat aanraken. The whole world. De hele wereld. I say it again, the whole world. Ik zeg het nog een keer, de hele wereld. Will be shaking through that congress and that what's happening there. Zal geschud worden door dat congres en wat daar plaats gaat vinden. And so Jean-Luc. Dus Jean-Luc. He's so excited about this. Je vindt het zo bijzonder. He also made a video for you tonight. Heeft hij ook voor jullie een video gemaakt vanavond? So, let's listen into his beautiful Swiss English accent. Laten we naar zijn bijzondere Zwitsers Engels accent luisteren. And let's see. Probably he's not boring. So let's see. Hij is helemaal niet saai, dus laten we gewoon even gaan kijken. Hello, my friend. I'm Jean-Luc Traxel from Switzerland. Unfortunately, I was not able to be with you today, but I want to tell you how much I love you, how much I honor you, and I really recognize what the Lord gave you. Every country in the world has a specific calling with a specific anointing. The Netherlands has an amazing calling to reach the nations of the world. We have seen that through the history. The fruit is amazing. How many missionaries you have been sending through the nations of the world and to preach the gospel, to bring the gospel to the uttermost of this planet Earth. Now I have a good news. In 2023, something historic will take place in your country. And that's the reason I invite you to be part of this great movement coming out of Empower 21. Empower 21, the vision is that before 2033, every human being on this planet Earth may have an encounter with Jesus through the power and the presence of the Holy Spirit. The good news, it will happen. And that's the reason in 2023, we will have a specific gathering with Empower 21, where I'm part of this council, but also the Global Evangelist Alliance, as I'm the co-chairman with Daniel Colenda. And we are going to invite every evangelist from around the world. We will have delegations from every nation that will come in Amsterdam. And in Amsterdam, we are going to build an upper room. Together with these delegates coming from every nation, we're gonna go to our knees. We are going to pray. When I say pray, we are going to pray for revival, praying for this grace harvest that will happen for sure, such in a strong way. We're gonna pray and we're gonna wait. And what will happen to this upper room in Amsterdam? It will be fantastic, because suddenly a mighty rushing wind will come upon us with flames on fire, and we will stand on our feet, and with supernatural heavenly strategies, we are going to reach this planet Earth. We are going to preach the gospel to everybody. Together with these ministries, these different people, churches, people, we are going to go to the nations of the world, and we are going to see the greatest harvest
ever. That's the reason I invite you to be part of this coming event. Be part of Empower 21 and this Everyone movement, where we are going to see something fantastic and unique. And I do believe then Jesus will come back. So be sure to be part of that. Thanks for helping us to invite and to welcome all these evangelists coming from around the world. But also, the good news is we are going to preach the gospel to your nation. We are going to go to visit the cities, the regions, and we are going to see the Netherlands saved in the name of Jesus. The Netherlands shall be saved in Jesus' name, as Europe shall be saved, America shall be saved, Africa, Australia, Asia shall be saved, this generation shall be saved. So be sure to be part of this movement. God bless you. Wow. 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 Shakaraba, I'm pumped up again. I love this. I'm helemaal door opgewonden. Ik vind het bijzonder. I saw it last night again. I couldn't sleep from it. I'm like, ah, I'm so excited again. Ik heb gisteravond ook weer gekeken en toen kon ik niet slapen. Ik vind het zo bijzonder. Isn't it amazing? Is dat niet bijzonder? Come on, it's not just geweldig? It's not one event. It's like two events shaking the nations. Het is niet alleen maar één bijeenkomst. Het zijn er twee en die gaan de natie schudden. Ah, I love it. Geweldig. I love when Jean-Luc said, you know, it will be an upper room experience. En ik vond het zo bijzonder toen Jean-Luc zei, het wordt een bovenkamer ervaring. The difference is in Jerusalem they were with 120 people. Maar het verschil is dat ze in Jeruzalem met 120 man waren. We will be there with 25,000 people in the Olympic Stadium. En wij zullen daar zijn met 25.000 man in het Olympische Stadion. Imagine the impact. Kun je je voorstellen wat een impact dat zal hebben? The impact through 120 people. Als verschil was met 120 mensen, hoeveel mensen zij hebben aangeraakt? The Holy Spirit. Door de Heilige Geest. Can you imagine what can happen with 25,000 people? Kun je dan voorstellen wat er gaat gebeuren wanneer je 25.000 man in the Olympic Stadium hebt die in het Olympische Stadion zijn? And the Amsterdam government is thinking. En de overheid van Amsterdam zelf. The special of burning the flame. Om daar het vlam te ontsteken. Above the Olympic Stadium. Boven het Olympische Stadion. They don't do this. So no, it was built just for the Olympic Stadium when there were Olympic Games there. Ze hebben het toen gebouwd voor Olympische Spelen. It will happen. Maar dat gaat gebeuren. Hallelujah. Hallelujah. So, I want to invite a man of God. Ik wil een man Gods uitnodigen. Who is taking care of this vision. Die deze visie met zich meedraagt. He flew all the way from the United States to be here with you tonight. Hij is vanuit de VS gekomen om vanavond bij ons te zijn. We spent 3-4 days visiting hotels, the Rye, where there will be 3-day congress, and probably he will share more about the Olympic Stadium. We zijn 3-4 dagen bij verschillende hotels, bij de Rye geweest, bij een Olympische stadion geweest. Hij zal er waarschijnlijk meer over delen. And he's here with us tonight. Hij is vanavond bij ons. So Caleb, it's such an incredible honor you're here with us. Caleb, het is zo'n eer dat je bij ons bent. We love his heart. We houden van zijn hart. His vision. Zijn visie. His passion. Zijn passie. And you're going to see him way more. En je zult hem veel meer gaan zien. So let's stand up on our feet and let's welcome Caleb. En hem welkom heten. From Tulsa, United States. Well, keep standing if you would just for a moment. Heel even. Can we give it up for all the amazing team that put together this tonight, Matt and Laura? Kunnen we een applaus horen voor Matthäus en Laura en het hele team die vanavond dit opgesteld heeft? All of those that are serving, all the Harvest team. Come on, let's give it up for them one more time. Alle mensen die hier dienen, mensen van de Harvest team. You guys are all awesome. You can be seated. Jullie zijn allemaal geweldig. Je mag even plaatsnemen. How many of you think that as long as God loves people, then we should do whatever we can to reach them? Hoeveel van jullie zijn ervan overtuigd dat zolang God van mensen houdt, wij alles in onze macht zouden moeten doen om hen te bereiken? We think that's a pretty good idea. Hoeveel van jullie vinden dat een goed idee? Think about why we live and why we do what we do. Bedenk eens waarom we leven en waarom we doen wat we doen. The heartbeat of God is people. De hartklop van God is mensen. I remember as a young person hearing T.L. Osborne preach. Ik weet nog toen ik jong was, toen heb ik T.L. Osborne horen preken. He's been here to the Netherlands when he was alive. Toen hij nog leefde, is hij hier in Nederland geweest. He traveled around the world. Hij is de hele wereld afgereisd. But he lived just a few miles from where I lived in Tulsa, Oklahoma.
Maar hij woonde maar een paar kilometer bij mij vandaan in Tulsa, Oklahoma. And he was a part of our ministry there, that the church that I'm a part of. En hij was onderdeel van de bediening in de kerk waar ik deel van ben. And I can remember he would come into our classes and teach in our Bible school and in our church. En ik weet nog dat hij in onze klas kwam, in onze Bijbelschool en in onze kerk. And every time that he would preach. En elke keer als hij predikte, he would say, people. Dan zei hij, mensen. People. Mensen. People. Mensen. People are mensen. Our prize. Zij zijn de beloning. If you think of the prize for your life. Als je denkt aan wat de beloning is voor je leven. The reward. De beloning die je kan ontvangen. That you can take to heaven. Die je met je mee kan nemen naar de hemel. Are the people that you affect here on the earth. Dat zijn de mensen die jij hier op aarde hebt beïnvloed. We can't take our watches, our shoes, our cars, our house. We can't take any of the experiences with us. We kunnen onze horloge, onze schoenen, onze huis kunnen we niet met ons meenemen, onze ervaringen ook niet. But every person that we impact for the kingdom of God. Maar ieder persoon die we aanraken voor het koninkrijk van God. That's the prize. Dat is de beloning. Jesus died for people. Jezus is gestorven voor mensen. And then T.L. Osborne would say this. En toen zei T.L. Osborne het volgende. And we live to reach those people. En wij leven om die mensen te bereiken. So think about that for a moment. Dus denk daar eens over na. The heartbeat of God is people. Gods hartenklop is mensen. The purpose of our life. Het doel van ons leven. Is to reach people. Om die mensen te bereiken. If we keep that as a priority. En als dat onze prioriteit blijft. Then our decision making is much easier. Dan zullen we veel makkelijker beslissingen kunnen nemen. It's confusing if you get your life out of the wrong, in the wrong priorities. Want het is heel verwarrend als je de verkeerde prioriteit in je leven hebt. But actually life is much simpler than we think sometimes. Maar eigenlijk is het leven veel eenvoudiger dan we soms denken. We focus on reaching people for the kingdom. We richten ons op het bereiken van mensen voor het koninkrijk. How many of you are excited about that? Hoeveel van jullie vinden dat bijzonder? So I have the opportunity to serve leaders and ministries all around the world. Ik ben in staat om leiders en bedieningen over de hele wereld te dienen. Because there is one thing that we see in scripture that no one organization. Hey, there it is. Daar zijn we weer. There's one thing that not one single person can do by themselves. Er is één ding die geen enkel persoon uit zichzelf kan doen. No single ministry can fulfill. De grote zendingsopdracht kan vervullen. But together, maar samen, we can come together around the world. Kunnen we over de hele wereld samenkomen? And we can believe what the scripture says. En wij kunnen geloven wat er in het woord staat. And we can do what Jesus asked us to do. En we kunnen doen wat Jezus van ons gevraagd heeft. And we can go into all the world. En we kunnen de hele wereld ingaan. And we can reach everyone. En we kunnen iedereen bereiken. We can't do it by ourselves. We kunnen het niet alleen doen. But when we come together with our abilities, our focus, our energy, our resources, our ministries. Maar als we samenkomen met onze vermogens, onze zaken, onze bedieningen. Then I believe that we can see the fulfillment of the Great Commission. Dan geloof ik echt dat we de vervulling van de grote opdracht kunnen zien. Shake your head, I can't tell by your face. Knik maar ja, want ik kan niet zien aan de hand van jullie gezichtsuitdrukking. How many of you would like to still be alive at the time when we reach every person on earth? Hoeveel van jullie zouden nog graag in leven willen zijn op het moment dat we ieder ziel op aarde hebben bereikt? We've had this commission. Maar we hebben ook de mogelijkheid. And when we come together, we can see this world reach for Jesus Christ. En als we samen gaan werken, kunnen we zien dat deze wereld bereikt wordt voor Jezus Christus. So Empower 21 is a relational network that's bringing together these ministries and leaders for this purpose. En Empower 21 is een netwerk op relaties gebaseerd die al deze bedieningen en leiders bij elkaar brengt voor deze doel. We're believing for every person to have an authentic encounter with Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. En we geloven dat ieder persoon een oprechte opportunity to hear. Ieder persoon zou de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen horen. And so as these global leaders have been getting together and talking about how do we fulfill the Great Commission.
En dus deze leiders vanuit de wereld die komen samen en die praten ook van hoe gaan we deze grote opdracht vervullen? They begin talking about this need to focus on evangelism and to call the body of Christ to remember every Christian's commission. En ze hebben gesproken over de behoefte die er is om iedereen te betrekken en het lichaam van Christus te betrekken bij deze grote opdracht. And in coming together and talking, they decided we need to have a gathering, a global gathering. En toen ze bij elkaar kwamen, besloten ze van ja, weet je wat we eigenlijk nodig hebben? We moeten over de hele wereld samen kunnen komen. Of evangelist and evangelistically focused ministries and Christians. Van evangelisten en bedieningen die gericht zijn op evangelisatie en christenen. And so that was the decision. Dat was de beslissing die ze genomen hebben. We're going to have a global gathering in 2023. We gaan in 2023 gaan we alle mensen uitnodigen vanuit de hele wereld. And so there's a group of you know 80 or so of these global leaders that made this decision. En er is een groep van pak en beet 80 wereldleiders die deze beslissing genomen hebben. And then they begin talking, where can we do this? En toen begonnen ze met elkaar te overleggen van oké, maar waar gaan we dat dan doen? And then we said to the evangelist group of global evangelists with Jean-Luc and Daniel, we said you guys figure out where should we do this? Dus ze zeiden tegen de evangelistengroep van Jean-Luc en die anderen van jongens, bedenken jullie maar, waar moeten we gaan beginnen? And so after a series of conversations, dus na een aantal gesprekken, they said, Matt, toen zeiden ze Matthäus, we should do it in Amsterdam. We moeten het in Amsterdam gaan doen. Serious. Serieus. Anywhere in the world, the conversation could have ended up. Het had overal ter wereld kunnen plaatsvinden. And they said, no, we should do it in Amsterdam. Maar toen zeiden ze, nee, we moeten het in Amsterdam gaan doen. And then they came to me. En toen kwamen ze bij mij. And they said, we should do it in Amsterdam. En toen zeiden ze tegen mij, we zouden het in Amsterdam moeten gaan doen. And I said, I've never been out of the airport in Amsterdam. En toen zei ik, ik ben nooit verder geweest dan Schiphol zelf. Because I grew up in a very conservative background in the middle of the United States. Want ik kom uit een zeer conservatieve achtergrond in het midden van de VS. The only thing I ever heard about Amsterdam. Het enige wat ik ooit gehoord had over Amsterdam. Was very scary. Was eigenlijk best wel eng. And if you go outside of the doors of the airport, maybe the devil will take you over. En als je buiten Schiphol deuren stapt, nou, dan neemt de duivel je misschien wel over. So honest, I had never been out of the airport in Amsterdam, only flying through. Dus eerlijk waar, ik ben nooit Schiphol uit geweest in Amsterdam. Ik ben er alleen maar doorheen gevlogen. And I said, I don't know if we should do Amsterdam. En toen zei ik van, nou, ik weet het niet hoor, of we Amsterdam moeten gaan doen. But then we begin to pray and I made a trip here. Maar toen begonnen we te bidden en toen kwam ik hier op bezoek. And about 2 months ago, I met with some of you that are here in the room. En ongeveer 2 maanden geleden heb ik een aantal van jullie die hier nu ook zitten, heb ik jullie ontmoet. Because we wanted to hear what the sense was with the leaders here in the country. Want we wilden even het gevoel krijgen van, even proeven van wat is het, hoe zit het bij de leiders van dit land? Because God entrusts the cities to men and women. Want God vertrouwt de steden toe aan mannen en vrouwen. So we wanted to know with those that God has entrusted the country to. Dus wij wilden weten hoe het zat met degene aan wie God het land had toevertrouwd. Is there a desire? What is the heart of the leaders in this country? Hebben zij die verlangen? Wat is het hart van de leiders van dit land? So we just asked the question. Dus we hebben de vraag gewoon gesteld. We shared the story. We hebben het verhaal gedeeld. They said, what do you think about Amsterdam? En toen zeiden we aan hen van, nou, wat denken jullie van Amsterdam? Should we come and do a global gathering here in this place? Zouden we hier moeten komen op deze plaats en mensen uit de hele wereld hierheen moeten halen? Is the land of the Dutch the place for the evangelists? Is het land van de Nederlanders de plek voor de evangelisten? And they said. En toen zeiden ze. Yes. Ja. Yes, this is the place. Dit is de plek. So here we are today. We zijn dus vandaag hier. And now we've made the decision. En nu hebben we besloten. We've set the dates. We hebben de datum vastgelegd. We've shared it with the global community. We hebben het met de hele wereld bij de gemeenschap gedeeld. And launching in January of 2022. In januari 2022. We'll begin telling the public and the rest of the world. Beginnen we het aan de publiek te delen en de rest van de wereld. We'll throw the call out. We gaan de uitroep gaan we het land insturen. To join us in Amsterdam. Om mensen in Amsterdam naar Amsterdam te halen. In June 21st through 24th. 21 tot 24 juni. 2023. Van 2023. We're going to have 3 days of gathering together in the Rye Conference Center.
gaan we 3 dagen lang samenkomen in de Rij Conferentiecentrum. In the morning, afternoon and the night. Ochtend, middag en avond. A global gathering. Een wereldwijde bijeenkomst. Representative from every country or from around the world. En we willen vertegenwoordigers hebben vanuit elk land in de hele wereld. With a broad representation of leaders from different denominations and backgrounds. En een brede vertegenwoordiging van leiders vanuit verschillende denominaties en achtergronden. Together with leaders and marketplace leaders from across the world and around the Netherlands. En samen met leiders vanuit de marktplaats, vanuit heel Nederland ook. We're going to gather together for those 3 days. En we gaan 3 dagen samenkomen. And we're going to be inspired. En we gaan echt inspiratie opdoen. We're going to have times of collaboration at small tables and small groups. We gaan momenten hebben van samenwerking in kleine tafels, kleine groepen. We're going to have workshops in the afternoons and hear some special things that God is doing in unique regions. We gaan in de middagen gaan we workshops houden en we gaan bijzondere dingen horen wat God aan het doen is in de verschillende regio's. And we're going to see and believe God that we can see the fulfillment of the Great Commission by the year 2033. En we gaan zien en we gaan God geloven voor een vervulling van de grote opdracht in 2033. So if you're a little bit older, just hold on for another 12 years. Dus als je wat ouder bent, dan moet je nog even 12 jaar volhouden. Just wait. Nog Bible says volhouden. We can speed up the return of the Lord by preaching this gospel of the kingdom to every person. And then the end will come. Terugkeer van de Heer kunnen we versnellen wanneer we de evangelie in alle landen hebben. You know, there's only one thing that we can do to speed up the return of Jesus. Je weet dat er maar één ding is waardoor we het sneller kunnen laten gebeuren dat Jezus terugkeert. This gospel of the kingdom in all the earth. Het evangelie van het koninkrijk over heel de aarde. There's a lot of other good things we do, but this is the only thing that actually returns Jesus to the earth. Ja, er zijn heel veel goede dingen die we doen, maar dit is het enige waardoor Jezus ook terug zal keren naar aarde. So we're going to spend those 3 days in the Rye Conference Center, filling up thousands of people. Dus we gaan 3 dagen lang in de Rye Conferentiecentrum vullen met duizenden mensen. And then we're going to spend 1 day in the stadium, as Matt shared. En we gaan 1 dag in het stadion doorbrengen, zoals Matthias al deelde. So for the 3 days, we're going to have this global gathering and strategizing and hearing from the Lord. Dus 3 dagen lang hebben we een bijeenkomst waarbij we dus horen van de Heer en strategisch uitzetten. And then on the fourth day, en op de vierde dag, we're going to gather the nation of the Netherlands. Gaan we het land van Nederland bij elkaar roepen. The leaders from around the country. Leiders vanuit het hele land. And we're going to bring lost people. En we gaan ook mensen die de Heer niet kennen and brengen. And we're going to believe to shake this nation. En we hebben geloofd dat God dit land gaat schudden. As the stadium is full. Omdat het stadion dan vol zit. That there would be something powerful that takes place there. Dat er dan iets krachtigs plaats gaat vinden daar. We don't want to just have a conference in this country. We willen niet alleen maar een conferentie houden hier. We want this to be a momentous moment that changes history. We willen dat dit zo'n bijzonder moment wordt dat het de geschiedenis zal veranderen. And then we want a shaking sound that reverberates through every lost person in this country. We willen dat er een geluid weer klinkt dat over het hele land gehoord zal worden en iedereen die verloren is het zal horen. That we are not the minority. Dat wij niet in de minderheid zijn. We are not the outcasts. Wij zijn niet de verschoppelingen. We are not the leftovers. Wij zijn niet de overgeblevenen. But we are of the kingdom of God. Nee, wij zijn van het koninkrijk van God. And heaven almighty is on our side. En de machtige hemel staat aan onze zijde. And they won't be able to run from it. En zij zullen er niet van kunnen vluchten. We want it to be on the front page of the newspaper. Wij willen dat het op de voorpagina van de krant staat. On the nightly news. En 's avonds op het 8-uur-journaal. We want it to be the coffee shop in Bulldog's conversation. Wij willen dat iedereen die een kopje koffie met elkaar drinkt, I heard met about elkaar that place bespreken. Too. We want the conversation of the regular people in this country to say, wow, did you hear about? Wij willen dat de gewone mensen in dit land gaan met elkaar gaan bespreken. Wow, heb je dat gehoord? It's one thing if Christians are just talking about something. Het is één ding namelijk als christenen met elkaar iets bespreken. But you're really not doing much if the lost aren't talking about you. Maar je doet eigenlijk niet veel als de verlorenen het niet ook over jou hebben. So we want every lost person in the country. Dus we willen elk persoon die verloren is in dit land. To be talking about what takes place during that time. Dat zij gaan bespreken wat er plaatsvindt op dat moment. Just like they're talking about buying luxury items at the Masters Expo. Net zoals dat ze bespreken dat ze dure dingen gaan kopen in een winkel. This week at the Rye.
Oh, deze week in de rij. We believe they're going to talk about the master. Wij geloven dat zij gaan spreken over de meester. Come on, do you believe that? Geloven jullie dat? So this is going to happen. Dit gaat gebeuren. It's going to happen with or without you. Het gaat gebeuren, of je nou meedoet of niet. But I would like to throw out an invitation. Maar toch wil ik jullie een uitnodiging geven. Only you can make the decision. Alleen jullie kunnen dit beslissen. It would be much better with you. Het zal veel leuker zijn en beter zijn als je erbij bent. Than without you. Dan wanneer je er niet bij bent. The train will be leaving the station. De trein vertrekt vanuit het station. But it's much better to have a ticket and a seat. Maar het is veel leuker als je een kaartje hebt en een zitplaats. Than to be watching it pass you by. Ten tegenover staat dat je gewoon ziet dat hij voorbij rijdt en weggaat. So I'm inviting you, pastors, leaders, workers. Dus ik nodig jullie uit, voorgangers, leiders, medewerkers. To ask the Lord. Om aan de Heer te vragen. What is my part? Wat is mijn deel? In this process. In dit proces. In reaping a greater harvest. Om een grotere oogst binnen te halen. In this country. In dit land. And in the nations of the earth. En in de landen van de wereld. Because two things are going to happen in your life. Er gaan twee dingen gebeuren in je leven. You're going to have a greater heart for your harvest here in this country. Je gaat een grotere hart krijgen voor je eigen oogst in dit land. And you're going to have a greater awareness and desire to reach the lost around the world. En je gaat ook een grotere bewustwording en verlangen hebben om degenen die verloren zijn in de wereld te bereiken. So I'm inviting you to be part of the team. Dus ik nodig jullie uit om deel te zijn van het team. How many of you would like to be part of the team? Hoeveel van jullie zullen deel willen zijn van dat team? You say, what does it take to be part of the team? Dan vraag je mij van ja, oké, maar wat moet ik just daarvoor say, doen? I want to be part of the team. Je hoeft alleen maar je hand op te steken en zeggen, ik wil er deel van zijn. Say, I want to be part of the team. Ik wil er deel van zijn van die team. So we're launching this here, tonight. Dus vanavond is eigenlijk het startschot, dit moment. Starts now. Begint nu. If you speak Spanish like me, este momento, in este lugar. Als je Spaans spreekt, zoals ik, dan is het nu, op dit moment. That means in this place, in this moment, right now, in your life. En dat betekent op deze plaats, op dit moment, in je leven. It starts now. Het begint nu. So from this moment until June 21st, 22nd, 23rd and 24th of 2023. Dus vanaf dit moment tot aan juni 21 tot en met 24 in 2023. There will be different opportunities and avenues for you to participate. Zullen er verschillende mogelijkheden zijn om voor jullie om mee te doen? The awakening in Rotterdam. De opwekking in Rotterdam. Is an opportunity. Is een mogelijkheid. It's an avenue for you to participate. Het is een weg waarop je mee kan doen. In something powerful in this nation. In iets wat krachtig is in dit land. And then it fits right into what will happen the next year in 2023. En dat past precies ook bij als een puzzelstukje op datgene wat in 2023 gaat plaatsvinden. These missions trips to different parts of the world. Deze zendingsreizen naar verschillende delen van de wereld. They fit right into the plan of God. Die passen ook bij het plan van God. For what God's heartbeat is. Want dat is Gods hartenklop. And that's reaching more people. Hij wil namelijk meer mensen bereiken. So I'm inviting you tonight. Dus ik nodig je vanavond uit. To really hear from the Holy Spirit. Om echt van de Heilige Geest te horen. And in the coming days, weeks and months. En in de komende dagen, weken en maanden. Matt and the team here. Matthäus en het team hier. Will be communicating with you and sharing vision with you and strategizing and asking questions. En hij zal met jullie gaan communiceren en een visie met jullie delen en strategieën bepalen en vragen stellen. But we need your participation. Maar we hebben nodig dat jullie meedoen. Because we know how important it is. Want we weten hoe belangrijk het is. We need your prayers. We hebben jullie gebed nodig. Because we're going to invite the globe to your country. Want we gaan de wereld uitnodigen naar jullie land. How many of you are ready to receive them? Hoeveel van jullie zijn er ook klaar voor om hen te ontvangen? So here's what I'm going to do. Dus dit is wat we gaan doen. I'm going to pray over you. Ik ga voor jullie bidden. I don't know if Matt wants me to share another thought, but I have a couple thoughts I'm going to give you. And then we're going to have another time of ministry together. Ik wil een aantal gedachten met jullie delen en daarna gaan we een tijd van bediening hebben. But I want to pray over you specifically regarding your assignment for this really momentous occasion in June of 2023. Ik wil met name voor jullie bidden over jullie taak en deze bijzondere gebeurtenis in 2023. I want to pray three things for you. En ik wil drie dingen voor jullie bidden.
I want to pray that you would be in the right position. Ik wil bidden dat jullie op de juiste plek zullen zijn. I want to pray that God would expand your resources. Ik wil bidden dat God jullie veel meer zou geven om mee te werken. And I want to pray that God would expand your influence in the next 20 months. En ik wil ook bidden dat in de komende 20 maanden God jullie invloed ook gaat uitbreiden. It's important to be in the right place. Het is heel belangrijk om op de juiste plek te zitten. It's important to have the resource to do what God asks you to do. Het is heel belangrijk dat je ook de middelen hebt om te doen wat God van je vraagt. But you also need the influence for the open doors that God's going to bring for your life. Maar je hebt daarnaast ook de invloed nodig voor de grote deuren die God gaat openen in je leven. So we're not waiting till June. Dus we wachten niet op juni. We're moving together towards a progress towards a date. Ja, we werken samen naar een datum toe. But in the process, maar tijdens dat proces, God's going to clarify things in your life. God gaat dingen duidelijk maken in je leven. He's going to bring greater resource to you. Hij zal veel meer middelen brengen. And he is going to expand your influence. En hij gaat ook jullie invloed uitbreiden. So those three things I'm believing for you as we pray. En dat zijn drie dingen waar ik voor geloof terwijl ik over jullie bid. Just lift your hands as a sign of surrender to receive. Strek je handen uit en onderwerping aan de Heer en om te ontvangen. Father in Jesus' name. Vader in Jezus naam. I thank you for these amazing people in this room. Ik dank u voor deze bijzondere mensen hier. The pastors and the leaders. De voorgangers en de leiders. The workers, the marketplace leaders. De werkers en de mensen die werken in de marktplaats. You've heard their prayers. Je hebt hun gebeden gehoord. You've seen their sacrifice. Je hebt hun opoffering gezien. Father, I pray that you would just strengthen them. En Vader, ik bid dat u hen zou bekrachtigen. I pray, God, that you would position them. Vader, ik bid dat u ze op de juiste plek zou brengen. There would be a divine alignment in their life. Dat er een goddelijke uitleiding zou komen in hun leven. I pray that you would increase their resources. Ik bid ook dat ze meer middelen zullen krijgen. For everything that you've called them to do. Voor alles waar u hen toe geroepen heeft. I pray, God, that you would expand and increase their influence. En Heer, ik wil u ook bidden dat zij veel meer invloed zullen krijgen. Give them greater favor everywhere that they go. Geef ze grotere genade en gunst waar ze ook komen. Surround them with your favor. Omgeef hen met uw gunst. Chase them down with your favor. Achtervolg hen met uw gunst. Help them to recognize your favor. En help hen ook te zien wanneer uw gunst op hen ligt. In new ways in their life. Op nieuwe manieren in hun leven. We come against every attack and lie of the enemy. En we gaan ook staan tegen elke aanval en leugen van de vijand. That would try to distract or detour them. Die hen wil afleiden of op een andere pad wil brengen. And I just pray, Holy Spirit. En ik bid Heilige Geest. That you would strengthen them. Dat u hen zou bekrachtigen. That you would be with them. Dat u bij hen zou zijn. And at the end of the day. En aan het eind van de dag. They would recognize. Dat zij zouden erkennen. They cannot do what you've called them to do by themselves. Zij uit zichzelf niet kunnen doen voor datgene waar u hen toe geroepen heeft. But with you. Maar met u. They can do everything. Kunnen ze alles. And we can reach everyone. En wij kunnen iedereen bereiken. In Jesus' name. In Jezus naam. Do you receive that tonight? Ontvangen jullie dat vanavond? How are we doing on time, Matt? Hoeveel tijd hebben we nog, Matthijs? Nog 10 minuten. So I want to give you two thoughts in the next 8 minutes. Does that sound good? Ik wil in de komende 8 minuten nog even 2 gedachten met jullie delen. It doesn't have to be long. Het hoeft niet lang te zijn. For it to be impactful. En het kan wel invloed hebben. But if you listen. Maar als je goed luistert. It could change your life. Zou het je leven kunnen veranderen. So let me give you 2 words. Dus ik wil 2 woorden met jullie delen. How many of you have ever preached a message? Let me see your hand. Hoeveel van jullie hebben ooit gepredikt? Even je handen omhoog steken. In preparing your messages, you had several thoughts. En hoeveel van jullie, terwijl je dat aan het voorbereiden was, je preek, then, had je meerdere gedachten? And then you had a conversation. En toen had je een gesprek. Which of these thoughts is for the people? Welke van deze gedachten is voor de mensen? Every pastor or preacher has gone through that. Elke voorganger, prediker heeft dat meegemaakt. And you're always narrowing down your thoughts for what the people need. Isn't that right? En je bent het altijd aan het afstemmen op datgene wat de mensen nodig hebben. And the job of the preacher is to narrow down what is it that the audience needs. En de taak van de prediker is juist datgene te vinden wat de mensen die het horen nodig hebben. And the more general that the audience is, the more you have to fine-tune it. En hoe algemener de toehoorders zijn, hoe meer je moet toespitsen op datgene wat je wilt delen. But as a preacher, you don't want to narrow it down too much. Maar als je predikant bent, dan wil je het niet te nauw maken, te eenvoudig maken.
Or you could miss the entirety of what the Holy Spirit is actually trying to tell people. Want dan zou je eigenlijk datgene kunnen mislopen wat de Heilige Geest aan mensen wil vertellen. As a preacher, have you ever had that feeling after the service? Heb je ooit dat gevoel gehad na de dienst? And there was more in the tank? Dat er eigenlijk veel meer in de tank zat. And you said, oh no, I should have said that. En dan dacht je bij jezelf, oh nee, dat had ik eigenlijk But niet I zeggen. Was thinking this. Maar ik dacht dit. So I don't want to do that for you tonight. Dus dat wil ik vanavond niet met jullie doen. Just two simple thoughts. Twee eenvoudige gedachten. The first one is cooperate. De eerste is samenwerken. Everybody say cooperate. Iedereen zegt samenwerken. Did you know that the one of the most important assignments that we have as Christians? Weet jullie dat een van de allerbelangrijkste taken die we hebben als christenen has to do with our ability to cooperate. Heeft te maken met onze vermogen om samen te werken. Turn to the person next to you and tell them just cooperate. Kijk je buren aan en zeg tegen hen gewoon samenwerken. Some of you said it with a lot of conviction. You must know that person. Een aantal really van jullie well. Hebben dat met heel veel overtuiging gezegd. Waarschijnlijk ken je die persoon ook heel goed. I think Laura just told Matt, cooperate. Ik geloof dat Laura net tegen Matthäus zei, It's the word of the Lord for you. Het is het woord van de Heer voor jou. However, when he, the spirit of truth, has come. Maar hij, die het geest van de waarheid komt. He will guide you into all truth. Zal hij je leiden in alle waarheid. For he will not speak on his own authority. Hij zal niet uit zijn eigen kracht spreken. But whatever he hears, he will speak. Maar datgene wat hij hoort, zal hij spreken. And he will tell you things to come. En hij zal je vertellen over datgene wat er komen gaat. The Holy Spirit gives us an invitation. De Heilige Geest geeft ons een uitnodiging. But it still requires cooperation. Maar daarvoor is wel vereist dat je samenwerkt. Jesus was helping his followers, and I feel to remind you of this tonight. Jezus hielp zijn volgelingen, en ik heb het gevoel dat ik jullie daaraan moet herinneren vanavond. In all the things that you do. In alles wat je doet. If you're leading a ministry that's shaking your city. Of je nou een bediening leidt die je stad op zijn grondvesten schudt. Or you're running a business that's shaking an entire industry. Of je hebt een bedrijf en je maakt invloed op een complete industriegebied. The promise of the Holy Spirit. Belofte van de Heilige Geest. Was an invitation to cooperate. Was een uitnodiging om samen te werken. It wasn't a submission to then be controlled. Het was niet een onderwerping om vervolgens beheerst te worden. It was an opportunity to be filled. Het was een mogelijkheid om vervuld te worden. But then it was an invitation to cooperate. Maar het was ook een uitnodiging om samen te werken. And I would suggest to you. En ik zou eigenlijk willen voorstellen. That there's probably more that he's trying to say and more that he wants to do. Dat hij waarschijnlijk meer wil zeggen en doen. In the days ahead. In de komende dagen. Than maybe what he's ever told you in the previous days in your life. Dan wat hij ooit voorheen tegen jou gezegd heeft. But it's going to take cooperation. Maar daarvoor moet je wel samenwerken. Cooperate. Samenwerken. Have you ever been at a place when he spoke and it made no sense? Heb je ooit meegemaakt dat hij iets zei en het leek gewoon totaal niet logisch te zijn? If not, it maybe wasn't him. Zo niet, dan was hij het waarschijnlijk niet. What I've found in my own life. Wat ik in mijn eigen leven heb ontdekt. When I cooperate with the Holy Spirit, wanneer ik samenwerk met de Heilige Geest, many times it doesn't make sense. Heel vaak is het totaal niet logisch. But here's the key thing to understand. Maar hier gaat het juist om. It doesn't have to make sense. Het hoeft niet logisch te zijn. But it will always make a difference. Maar het zal altijd een verschil maken. Haven't you seen that in your own life? Heb je dat niet in je eigen leven ook gezien? He says to you, "Give that away." Hij zegt tegen jou, geef dat maar weg. I need this. Maar Heer, ik heb het nodig. It's mine. Het is van mij. I shouldn't give. Ik wil het niet geven. Get thee behind me, Satan. Satan, ga achter mij. Have you ever given something away that you didn't really want to give away? Heb je niet ooit iets weggegeven wat je eigenlijk niet weg wilde geven? The Holy Spirit said, no, go give that to that person. En de Heilige Geest zei, nee, ga dat aan die persoon geven. And then you, okay. Nou, vooruit. But you obeyed. Maar je gehoorzaamde wel. And it unlocked something. En het maakte iets open. It shifted something.
Het veranderde iets. It broke something loose. Het brak iets vrij. And then you saw, like the Bible talks about. En je zag zoals het in de Bijbel stond. In some area, the windows of heaven, it was opened over your life, of opportunities, a resource, or whatever it is. Dat een bepaald gebied van je leven, de hemelpoorten opengingen en middelen en mogelijkheden kwamen. You said, wow. En toen zei je van, wow. And then you realize. En toen realiseerde jij je. It didn't make any sense. Het leek helemaal niet logisch. Boy, it sure made a difference. Maar wat een verschil heeft het gemaakt. I remember one time I was supposed to do a crusade in Africa. Ik weet nog dat ik een keer een crusade moest doen in Afrika. This was when I was much dumber than I am today. Dat was toen ik veel dommer was dan ik vandaag ben. And I still need delivered of stupidity, but it was much worse then. En ik moest steeds vrijgezet worden van de geest van domheid, maar toen was het veel erger. There's two S's that you can get delivered of that will sure change your life. Er zijn twee S-woorden waar je van bevrijd kan worden, die and je leven zullen stupidity and smallness. Dat is stommiteit en klein zijn. Those are two enemies that will constantly come against you. Dat zijn twee vijanden die altijd tegen jou zullen komen. So I'm working on the stupidity and I'm praying against the smallness. Dus ik werk op de stupiditeit en daarnaast bid ik tegen datgene van klein zijn. And once the Lord asked me to sell my car. Eens heeft de Heer mij gevraagd om mijn auto te verkopen. And take the money and go do a crusade in Africa. En het geld te gebruiken en vervolgens een outreach in Afrika te gaan doen. I needed my car. Maar ik had mijn auto nodig. That's how I got to work. Zo kwam ik op mijn werk. It doesn't make sense. Het leek helemaal niet logisch. Sell a car in the middle of the US. Een auto verkopen in het midden van de VS. And take the money. En vervolgens het geld meenemen. And go to East Africa. En naar Oost-Afrika gaan. And do a crusade. En daar een crusade gaan doen. That's not a great business plan. Dat is zakelijk gezien niet slim. Doesn't make sense. Totaal niet logisch. I fought with the Lord for several days. Ik heb een aantal dagen met de Heer erover gevochten. Reluctantly listed the car for sale. Uiteindelijk heb ik die auto te koop gezet. Somebody came and bought it, paid me cash, 100, 200, 300, and just counted out all the money. Iemand kwam en die gaf mij contant geld, 100, 200, 300, 400, gaf me gewoon het geld, zo mijn hand. Wow. Wow. It's a lot of money. Best wel veel geld. But then they drove away with my car. Maar toen gingen ze weg met mijn auto. So I took the money, went to Africa. Dus ik nam het geld mee, ik ging naar Afrika. Gave it to the people that were setting up the outreach. Ik gaf het aan de mensen die de outreach klaarzetten. And then I stood on the stage. En toen ging ik op het podium staan. And I saw a crowd of people. En ik zag een massa mensen. And over the course of 2 days. En een periode van 2 dagen. There was more than 18,000 people. Waren er meer dan 18.000 mensen. And about 6,000 people came and gave their lives to Jesus. En daarvan kwamen 6,000 naar voren en die gaven hun hart aan Jezus. And I can remember standing on the edge of the platform. En ik weet nog dat ik op het randje van het podium stond. And I began to cry. En toen begon ik te huilen. And I thought. En toen dacht ik bij mezelf. What if I would have just held on to that thing? En wat nou, hè? Als ik gewoon me vast had gehouden aan die auto. These people would have never heard. Dan hadden deze mensen het nooit gehoord. I was so grateful in that opportunity. Ik was zo dankbaar voor die mogelijkheid. For the invitation to cooperate. De uitnodiging om samen te werken. So what is it in your life or your situation even right now? Dus wat is er in jouw leven, in jouw situatie op dit moment? The Holy Spirit may be asking you to cooperate. Misschien vraagt de Heilige Geest je wel om samen te werken. Whatever it is. Wat het ook is. Don't worry if it doesn't make sense. Maak je geen zorgen als het niet logisch lijkt. Doesn't have to make sense. Het hoeft helemaal niet logisch te lijken. But if it's the Holy Spirit, maar als het van de Heilige Geest is, it will always make a difference. Zal het altijd een verschil maken. So just cooperate. Dus werk nou maar gewoon samen. The second thought, tweede gedachte. Not only should we cooperate, we hoeven niet alleen samen te werken, but we should remember our assignment. Maar we moeten ook onthouden wat onze roeping is, onze taak. And that is that God still needs a vessel. Dat God nog altijd iemand nodig heeft. So we cooperate. Dus we werken samen. Because he needs vessels. Omdat hij mensen nodig heeft. You remember the story of the widow and the vessels? Weet je nog de weduwe met de kruiken, de lege kruiken? I want to read this passage and pray for you. Ik wil dit stukje met jullie lezen en daarna voor jullie bidden. There's something in this story that I think is very interesting. Er is iets in dit verhaal en ik vind het echt heel bijzonder. So Elisha says to the woman. Dus Elisa die zei tegen de vrouw. What do you want me to do for you? Wat wil je dat ik voor je doe? Man, that feels good as a preacher. Dat voelt goed toch als dat tegen jou wordt gezegd. And people are talking to you like, what do you want me to do? En mensen die praten zeggen van, wat wil je dat ik doe? In the Netherlands you can't talk like that to your people. Zo kun je niet praten met je mensen. But it sure feels good if you could. Maar het is wel bijzonder als het wel kan. And then he says,
What do you have in the house? Wat heb je in huis? Zei hij toen. Watch this. And she says. En toen zei ze. Your maidservant has nothing in the house. Uw knecht heeft niets in het huis. But a jar of oil. Behalve één oliekruik. So I would submit to you a question. Dus ik wil jullie een vraag stellen. Which was it? Wat was het nou? Did she have nothing? Had ze nou niets? Or did she have something? Of had ze iets? She had something. Ze had iets. Of course, as preachers, people in the church, we know the story. En natuurlijk, wij mensen uit de kerk, wij kennen het verhaal wel. But listen to the language. Maar luister naar de taal. The something she had. Datgene wat ze wel had. Felt like nothing. Voelde als niets. But yet it was in what she had. Maar juist in datgene wat zij had. That helped her to walk into her miracle. Zat datgene wat ze nodig had om haar wonder mee te maken. But the missing ingredient. Maar het ontbrekende ingrediënt. Is in the instruction that the prophet then gave her. Zit in de instructies die de profeet toen aan haar gaf. Was to go and get vessels. Om nog meer kruiken te halen. So what she had was enough. Wat zij had was genoeg. There was just something missing. Maar er miste gewoon nog the iets. The vessel was needed. De kruiken waren nodig. Did you know there's something missing in the Netherlands? Weten jullie dat er ook iets mist in Nederland? In order to shake this nation for Jesus. Om dit land op zijn grondvesten te laten schudden voor Jezus. It's not more oil from heaven. Het is niet nog meer olie uit de hemel. It's just simply more vessels on the earth. Nee, we hebben alleen nog meer kruiken hier op aarde nodig. Revival requires vessels. Voor de opwekking heb je kruiken nodig. You want God to do something in your business? Wil je dat God iets in je bedrijf gaat doen? Be the simple vessel. Wees dan ook een kruik. You want God to shake this nation from north to south, east and west? Wil je dat God dit land gaat schudden van boven, van noorden naar het zuiden, van oosten naar west? Then you determine in your life. Dan moet je bepalen in je leven. I'm going to be that vessel. Dan zal ik die kruik zijn. Because there was no shortage. Want er was eigenlijk geen tekort. Even though she thought she had nothing. Zelfs al dacht ze dat ze niks had. She had something. Had ze toch iets. And once the vessels showed up. En toen de kruiken er eenmaal waren. We know the story. Weten we het verhaal toch? So friends, let me just ask you a question. Dus vrienden, ik wil jullie één vraag stellen. What if even in the next 18 to 20 months. Wat nou hè, als binnen de komende 18 tot 20 maanden. God wants to do more in this country than he's done in the previous years. God meer in dit land wil doen in die komende maanden dan dat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Now here's the thought. Hier is een gedachte. Who's going to decide? Wie gaat dat bepalen? Who's going to decide if God's going to move in greater ways in the next 20 months? Wie gaat bepalen of God op een bijzondere manier te werk gaat gaan, een grote manier te werk gaat gaan in de komende 20 maanden? Without saying it. Zonder het te zeggen. We sometimes have a mindset. Hebben we een of andere gedachte. That we're waiting on God. Dat we wachten op God. To do something great in the earth. Om iets groots op aarde te gaan doen. But I'm here to make an announcement for you. Maar ik heb een mededeling voor jullie. You shouldn't be just waiting on God. Je zou niet alleen maar op God moeten wachten. Because heaven's waiting on you. Want de hemel wacht op jou. At least 6 of you believe that. Er zijn tenminste 6 van jullie die dat geloven. So cooperate. Samenwerken. And be the vessel. En wees het vat. You receive that word tonight? Ontvangen jullie het woord vanavond? Kayla, I want to ask Arlene to come up, and then thank you so much, Caleb. Again, a very big hand to Caleb again. Applaus for Caleb, Arlene. Thank you, Arlene. Good evening, everyone. Goedenavond, iedereen. Actually, I love the word that Caleb brought. Het woord wat Caleb gebracht heeft is echt bijzonder, daar hou ik van. And I just find it an honor to be here. Ik vind het ook zo'n eer om hier aanwezig te zijn. There are not many countries that have evangelists of the caliber of Matthäus. And so I just want to give honor where honor is due. Er zijn niet veel landen die evangelisten hebben van het kaliber van Matthäus. Dus ik wil ook gewoon eer geven waar eer toe hoort te komen. Halleluja. Halleluja. Hoera baka. Can we just give the Lord a hand? And then kunnen we de Heer een applaus geven? Ja. Hallelujah. Hallelujah. All right. Goed. It's time for the prophetic on this one. En nu het profetische woord.
And I've just come back from Dallas with a lot of prophets. En ik kom net terug uit Dallas, waar er veel profeten verzameld waren. But the thing is, the two things that are sounding right now. En er zijn twee dingen die ik nu hoor. It is the age of the evangelist. Het is de tijd van de evangelisten. And it is the age of the apostle. Het is de tijd van de apostelen. Because the early apostles. Want de vroege apostelen. They went out and they preached the gospel to all the world. Ze predikten het evangelie over de hele wereld. And they changed the nations of the world. En ze hebben de landen veranderd van de wereld. The nations knew that they had been there. De natieën wisten dat zij er waren geweest. And one of the things that is burning on my heart. En een van de dingen die in mijn hart brandt. Is that Lord, with this revival. Is dat de Heer met deze opwekking. Lord, not a short-lived revival. Heer, niet een korte opwekking. But until Jesus comes. Maar totdat Jezus terugkeert. Until Jesus comes again. Totdat Jezus weer terugkeert. Why? Because God is worthy of nations. Waarom? Omdat God het waard is om de natieën te hebben. And we have the great commission. En we hebben de grote opdracht. All authority, Jesus said. Alle autoriteit, zei Jezus. In heaven on earth has been given to me, said Jesus. Zowel in de hemel als op aarde zijn mij gegeven, zei Jezus. And so therefore we are to go. En daarom moeten we gaan. Make disciples of the nations. En discipelen van de natieën maken. I'm a missionary to Amsterdam. Ik ben een zendeling voor Amsterdam. I was not born here. Ik ben hier niet geboren. When God said to me, you are home. En toen God tegen me zei, je bent nu thuis. I said, oh God, no. Zei ik, oh Heer, nee. And you know what? Maar weet je wat? He's right. Hij heeft wel gelijk. He's right. I am home. Hij heeft gelijk. Ik ben thuis. But the thing is, he sent me from another nation to come to Amsterdam. Maar weet je, hij heeft me uit een andere land gehaald om in Amsterdam te komen. Why? Because I have a simple faith. Waarom? Omdat ik een eenvoudig geloof heb. If God says it. Als God het zegt, I believe it can happen. Geloof ik dat het kan gebeuren. I believe it can happen. Ik geloof dat het kan gebeuren. One of the key things that is being fought over in the spirit realm right now. Een van de sleutelzaken die nu in het geestelijke rijk wordt bevochten. Is do we believe that God is who he says he is? Is datgene, geloven wij echt dat God is wie hij zegt dat hij is? Because we can sing about a good, good father in here. Want ja, we kunnen hier wel zingen van een goed, goed vader. But when it's not going well out there, are we still able to sing of a good, good father? Maar als het daarbuiten niet goed gaat, kunnen we dan nog steeds zingen van een goede vader? God is saying the time is now. God zegt dat de tijd nu is. And this past 2 weeks, he really made that clear to me. En de afgelopen 2 weken heeft hij dat echt duidelijk gemaakt aan mij. Couple of things. Aantal sharing dingen. Some stories. Ik wil een aantal verhalen met jullie delen. A 22-year-old young man, he was talking to me. Dat was een jongen van 22, hij sprak tegen mij. And he wasn't even a believer. Hij was niet eens een gelovige. But he said, Arlene, people say that my generation is the future. En hij zei tegen mij, Arlene, mensen zeggen dat mijn generatie de toekomst is. As if it's somewhere far away. Alsof het iets ver in de toekomst is. I say as if revival and reformation are something in the future, far away. Alsof opwekking en reformatie ergens ver in de toekomst bevindt. But he said, Arlene, I'm standing in front of you now. Maar toen zei hij, Arlene, ik sta nu voor jou. The future is standing in front of you now. De toekomst staat nu voor je. And I believe that God is saying that to us. En ik geloof dat God dat tegen ons zegt. This is now. Dit is nu. What Caleb and Matthias are talking about is now. Wat Caleb en Matthias ook bespraken, dat is nu. It's now. Dat is nu. And the Holy Spirit, you know, it's just everybody will be in one of the Turkmenistan of Uzbekistan this coming week. En de komende week zal een heel groep van jullie in een van de staan zijn, Uzbekistan. The Lord called me to stay in the Netherlands. Maar de Heer heeft tegen mij gezegd dat ik in Nederland moest blijven. Because as of tomorrow I'll be talking to government leaders and to others to change our economy. Want vanaf morgen ga ik met overheidsleiders en anderen spreken om een verandering teweeg te brengen in onze economie. Who would have thought missionary also that way? Wie zou gedacht hebben dat een zendeling ook dat soort werk kan doen? But in the time of prayer, a week and a half ago. Maar het gebedstijd die ik anderhalf week terug had. God said, you know, all of those prophetic words from Cindy Jacobs, etc. God zei, weet je nog, al die profetische woorden van Cindy Jacobs en anderen? When the economies of the world shake and are crumbling. Wanneer de economieën van de wereld schudden en gewoon afbrokkelen. And what he's given you, he will use to insert under the Babylonian system.
En datgene wat hij jou gegeven heeft, zal hij gebruiken om onder het Babylonische systeem te plaatsen. So that the nations of the world will not descend into chaos. Zodat de landen van de wereld niet in chaos terecht zullen komen. He said, those words are for now. Die woorden van toen, die zijn voor nu. This week is now. Deze week is nu. And so that means he's trying to say something to all of us. Dat houdt in dat hij iets wil zeggen tegen ons allemaal. The decade that we are living in. De eeuw waar we in leven. The times that we are living in now. De tijden waar we nu in leven. Leaders, hear me please if you're in the room. Leiders, luister goed. This is not a normal decade. Dit is niet een normale tijdperk. I'm moving into my message now. This is not a normal decade. Dit is niet een normale tijdperk. There is something going on in the decade of the 20s, 2020s. Er is iets gaande in de decennium van de jaren 2020. And there's a door of opportunity that is open now, the Lord is saying. Het is een deur van mogelijkheid die nu open is, zegt de Heer. The Lord is saying at the end of this decade, that door is going to close. En de Heer zei ook, aan het einde van deze decennium gaat die deur dicht. The Lord is saying, this is the decade in which we will see nations come into the kingdom of God. En de Heer zei, dit is het decennium waarin we zullen zien dat de natie in het koninkrijk van God zullen komen. This is not a zweverig, airy, fairy prophetic word. Dit is niet een of ander zweverige profetische woord. I wish I could jump up and down. God is saying it's now. Ik wou dat ik wel op en neer kon springen. God zegt dat there het nu is. There is an urgency in the spiritual dimension. En er zit een soort haast achter in het geestelijke dimensie. And also for the Netherlands, did you know? Maar ook voor Nederland, wisten jullie? In Dallas there are people who are jealous of what God is doing here. Wisten jullie dat er in Dallas mensen zijn die jaloers zijn op datgene wat God hier doet? Because they are sensing there is a move of God here. Want zij voelen dat er een beweging van God is die hier is. Sometimes you need to hear it in another place to recognize what God is doing here. En soms moet je op een andere plek zijn en het horen om te kunnen zien wat God hier aan het doen is. And God is saying, Netherlands, you are a catalyst. En God zegt, Nederland, je bent een katalyst. What he starts here will spread throughout Europe. Wat hij hier van start doet gaan, zal door heel Europa verspreiden. And it will spread throughout the world. En het zal over de wereld verspreiden. Finally, this past week, I understood why God called me to Amsterdam. En het afgelopen week heb ik voor het eerst echt goed begrepen waarom God mij naar Amsterdam geroepen heeft. Because it's a place where things are born. Omdat het een plek is waar dingen geboren worden. That affect the world. En de wereld beïnvloeden. That's why we're here. En daarom zijn we hier. That's why Caleb is here. Daarom is Caleb hier. That's why Empower 21 is here. Daarom is Empower 21 hier. And that's why Awakening Europe. En daarom is Awakening Europe ook hier. I am going to be exaggerated tonight. Ik ga vanavond heel overdreven doen. Yeah, I like that. Overdreven indeed. Ik vind het een geweldig woord. Because this is a time not to sit there and think, yes, jammer. Want dit is nu een tijd waarop je niet meer kan stil blijven zitten en zeggen ja. The Holy Spirit is rejoicing about what is going to happen. De Heilige Geest zit vol vreugde over datgene wat er gaat gebeuren. I am telling you the truth. I see rejoicing in heaven about what is coming. Ik vertel je de waarheid. Ik zie de vreugde in de hemel over datgene wat er gaat komen. And Caleb said it exactly right. We are the ones who will determine what we see. En Caleb heeft precies goed gezegd. Wij zijn degene die bepalen wat we gaan zien. Wow. Oh my goodness. The Lord is seriously rejoicing about what he's got planned for us. De Heer zit vol vreugde over datgene wat hij van plan is met ons. But you know what? Dick and I, we were sitting in a worship service years ago. Weten jullie, een aantal jaar geleden zaten mijn man en ik in een aanbiddingsdienst. And it was the first time we had ever heard prophetic worship. En het was de allereerste keer dat we profetische aanbidding hadden gehoord. And it was like the heavens opened. En het was alsof de hemelen zich openden. And we just thought, can it get any better than this in heaven? En we dachten bij onszelf, oh, kan het in de hemel dan nog beter zijn? You know, a few seats further down. En een paar stoelen verder. People were chatting and you know they were on their phones and texting. Zaten mensen gewoon te kletsen op een telefoon? And they weren't aware of what was happening. En ze hadden helemaal niet door wat er gaande was. Father, in the name of Jesus. Vader, in de naam van Jezus. God, I pray, Lord, that you would cause all of us to become immediately aware. God, ik bid dat u zou veroorzaken dat wij allemaal bewust worden. Lord, of your timing in the spirit now. Van uw tijd in de geest op dit moment.
And I speak it out. Shift in Jesus' name. En ik spreek het uit. Verschuif in Jezus' shift. Naam. Verschuif in Jezus' Father, naam. Father, Lord, we shift this nation now into your timeline. En Vader God, we verschuiven dit land naar uw tijd. I see just a wave of missionaries going out of the Netherlands. Ik zie gewoon een golf van zendelingen die het land uitgaan. I see a wave of missionaries. Ik zie een golf van zendelingen die het land uitgaan. The Lord is saying, I am beginning a new missions movement from this nation. En de Heer zegt, ik ga een nieuwe zendingsbeweging opstarten vanuit dit land. And the Lord is saying, the nations of those that are saved will bring their glory and honor to me. En de Heer zegt, de landen die behouden zijn, die zullen hun glorie en eer bij mij brengen. You're an amazing interpreter. Thank you so much. Wow. Woo. Can we just give her a hand? Wow. Wow. The nations of those that are saved. De landen van hen die gered zijn. Nations are composed of people. Landen bestaan uit mensen. But I'm a little bit apostolic. I see many people. Maar ik ben een beetje apostolisch, want ik zie heel veel mensen. The nations of those that are saved. De landen van hen die gered zijn. Jesus is worthy of nations. Jezus is het waard om landen te ontvangen. And while many people are praying, Maranatha, come Lord Jesus. En terwijl veel mensen aan het bidden zijn, Maranatha, kom Heer Jezus. I'm saying, Lord, not yet. Zeg ik, Heer, nog niet. You are worthy of nations. Want u bent het waard om landen te ontvangen. And the nations have not come in yet. En de landen zijn nog niet behouden. The cup of the nations is not yet full. De beker van de natie is nog niet vol. But I believe that this decade. Maar ik geloof in deze decennia. It's not just, you know, a date they plucked out of the year 2033. Het is niet zomaar een datum die ze uit de lucht gegrepen hebben 2033. This is something that the Holy Spirit is saying right now. Dit is iets wat de Heilige Geest nu zeggen is. This decade. Deze decennium. This number of years. Dit aantal jaren. The door of opportunity is open for the nations. De deur van mogelijkheden staat open voor de landen. And when God's door is open, en wanneer Gods deuren open zijn, we go. Dan gaan wij. We go. Dan gaan wij. You know what? Our lives are not ours. Weet je? Ons leven is niet van onszelf. They were never ours. Ze zijn nooit van ons geweest. The moment we said yes to Christ, op het moment dat we ja zeiden tegen Christus, we gave our lives to him. Gaven ons leven aan hem. And you know, it doesn't really matter anymore what I want or what I don't want. En weet je, het doet er eigenlijk helemaal niet meer toe wat ik hebben wil of niet. This is not a pastoral message. Dit is niet een preek van een pastoor. But it is the word of the Lord. Maar het is wel het woord God van de Heer. God is saying, it's time. God zegt het is tijd. And he said, go. En hij zei, ga. And I will be with you. En ik zal met je meegaan. Until the end of the age, he's saying. Tot het eind der eeuwen. It's time. Het is tijd. I've stood on this stage and I've preached, it's a new era. Ik heb op deze podium gestaan en ik heb gepredikt, dit is een nieuw tijdperk. This is what it's about. Dit is waar het om gaat. It's getting people saved. Mensen gered zien worden. Seeing nations change with the divine blueprints that God gives us. Natie veranderd zien worden met een bovennatuurlijke blauwdruk die God aan ons gegeven it's heeft. It's time. Het is tijd. You know, I was at the Global Prophetic Consultation. Ik was bij de Global Prophetic Consultation. And you know what they asked me to talk about? En weet je wat ze aan mij gevraagd hebben? Not ik spreken? My prophetic word for 2022. Geen profetische woorden voor 2022. They said, Arlene, will you talk about the blueprints for economics in a prophetic meeting? Zij vroegen aan mij, Arlene, wil je de blauwdruk van de economie bespreken? God's doing something different. En dat was iets nieuws. But God is also doing something different here now. Maar God is ook met iets nieuws bezig hier. I'm going to round it off with just one last thing to say. En ik wil nog één ding zeggen terwijl ik het afrond. God is going to challenge each one of us very, very quickly. God gaat ieder van ons uitdagen binnenkort. I've heard so many people say God is a gentleman. Ik heb heel veel mensen horen zeggen dat God een heer is. I have yet to meet that God. Ik heb die God nog niet ontmoet. He's never been a gentleman with me. Hij is bij mij nooit een heer geweest. But he has been my Lord and my God. Maar hij is wel mijn Heer en mijn God geweest. And my Lord and my God ask me questions that are in my face. En mijn Heer en mijn God stelt mij vragen waar ik niet omheen kan. And recently he said something that filled me. It just chilled me to the bone.
En hij heeft recent nog iets gezegd waardoor ik gewoon de koude rillingen kreeg. He said, Arlene, will you allow me to redefine who you are? Hij vroeg aan mij, Arlene, sta je toe dat ik jou opnieuw ga inrichten als mens? En my first reaction was not hallelujah. Mijn eerste reactie was niet hallelujah. My honest reaction was, oh Father, not again. Mijn eerlijke reactie was, oh Heer, Vader, niet nog een keer. There are those of us in this room. Er zijn mensen hier in deze ruimte. And I honor everybody, but also for the leaders who have labored long in this nation. Ik eer jullie allen, maar ook vooral de leiders die zo hard gewerkt hebben, lang gewerkt hebben. God is asking us again, will we allow him to redefine us? En hij vraagt, God vraagt ons nog een keer, staan wij toe dat hij ons leven, ons als persoon opnieuw inricht? Why? Because we cannot move into this time. Waarom? With how we were before. Waarom? Omdat we niet in staat zijn om in die nieuwe beweging te komen zoals we vroeger waren. I'm not only talking about you, I'm talking about me. We cannot move into what's coming the way we were before. En ik heb het niet alleen over jullie, ik heb het ook over mezelf. Wij kunnen datgene wat er gaat komen niet gaan doen zoals we vroeger waren. I thought I was pretty good. Ik vond het eigenlijk best wel goed. Don't talk to my husband though. Ik vond dat ik best wel goed was, maar dat moet je niet aan mijn man vragen. Because he's done so much stuff in my life already. Want hij heeft al zoveel teweeg gebracht in mijn leven. And still he asks me again. En nog steeds vraagt hij. Will you allow me to redefine you for what's coming? Nog steeds vraagt hij, sta je toe dat ik jouw leven en jou als persoon opnieuw inricht voor datgene wat er gaat komen? How many of you know when he asks that kind of question, the only thing we can say is yes, Lord. Hoeveel van jullie weten wanneer hij zo'n vraag stelt, het enige wat we dan nog kunnen zeggen is ja. But Father, I'm hanging on to you for dear life while we go through this. Ik hou u vast voor het lieve leven. He's doing something different. Hij gaat iets nieuws doen, iets anders doen. And I just need to think about, you know, the story of Jacob. En ik moet denken aan het verhaal van Jacob. God had done so much in his life, you know, in the 21 years with his uncle Laban. God heeft al zoveel in zijn leven gedaan. Hij heeft 21 jaar met zijn oom Laban doorgebracht. And then God told him to go back home. En toen zei God tegen hem, nu is het tijd om naar huis te gaan. And his brother Esau was back home. En zijn broer Esau was thuis. And then he heard that Esau was coming to meet him. En toen hoorde hij dat Esau onderweg was om hem te ontmoeten. But when Jacob left, he had been a deceiver. Maar toen Jacob weg was gegaan bij huis vandaan, was hij een leugenaar geweest. And after 21 years of suffering under a deceiver who was bigger than he was, his uncle. En na 21 jaar geleden te hebben onder een leugenaar die nog een grotere leugenaar was dan hij zelf, zijn oom. God knew he needed to be redefined. God wist dat hij opnieuw ingericht moest worden. If he was going to be the father of nations. Wanneer hij de vader van naties zou moeten gaan worden. And so the story in Genesis 35 is he takes his wife and his kids and he crosses a river. Dus in Genesis 35 gaat hij met zijn vrouw en zijn kinderen en hij steekt de rivier over. And then he's alone. En op dat moment is hij alleen. God redefines us in that place of being alone with him. God richt ons als persoon opnieuw in wanneer wij met hem alleen zijn. And it says that Jacob wrestled with the angel of the Lord all night. En er staat dat Jacob de hele nacht geworsteld heeft met de engel des Heren. That blows my mind. Dat kan ik niet bevatten. That God Almighty allowed himself to be wrestled with all night. Dat de almachtige God toestond dat een mens met hem de hele nacht geworsteld heeft. Finally when it was dawn. En toen uiteindelijk de zon opkwam. The Lord said, "Let me go." Zei de Heer, "Laat me los." And Jacob said. En Jacob zei, "I will not let you go unless you bless me." Ik laat u niet los totdat u mij zegent. This is the age of the spirit of Jacob. Dit is de tijd van de geest van Jacob. I will not let you go unless you bless me. Ik laat u pas los als u mij gezegend heeft. And I translate that also, I will not let you go unless you send me. En ik vertaal daar nog een stukje achteraan. Ik laat u niet los totdat u mij gezonden heeft. Some will be sent to foreign nations. Een aantal van jullie zullen gestuurd worden naar buitenland. Some of us will be sent into the systems of the world. Een aantal van ons zullen de systemen van de wereld ingestuurd worden. Just go where God sends you.
Ga nou maar gewoon waar God je stuurt. And cooperate. En werk met hem samen. Link arms. Ga samenwerken met anderen. Dick and I, we have a reformer's anointing. Dick en ik hebben een reformatiezalving. This is the land of Abraham Kuyper. They talk about him in the US. Dit is het land van Abraham Kuyper. In Amerika bespreken ze hem. Wow, that excites me. Dat vind ik bijzonder. But you know, there is revival coming. Maar weet je, er is opwekking onderweg. And this time around, what's going to make the difference? En nu, wat gaat het anders zijn? It's what do we do when we get up off of the floor? Wat gaan we doen wanneer we weer opstaan van de vloer? God encounters us so that we can go out. God ontmoet ons zodat we vervolgens in staat zijn om uit te gaan. And he's going to, he has worked a tenacity in us. En hij heeft een vasthoudendheid in ons gezet. Just like Jacob. Net zoals Jacob. Lord, we're not letting you go until you change us. Heer, we laten u pas los als u ons veranderd heeft. Can we just stand for a moment? Kunnen jullie allemaal gaan staan? Just going to pray for a few moments. Gaan een paar momenten bidden. I'm just sensing a tiredness. Want ik proef ook een vermoeidheid. It's like some people have just been tried and tried and tried and tested so long. Want een aantal van jullie zijn getoetst en getoetst en getoetst en dat heeft al zo lang geduurd. Father, in the name of Jesus. Vader, in de naam van Jezus. Thank you for your people who you love so much. Dank u wel voor uw mensen waar u zoveel van houdt. But Lord, pray, blow with your Holy Spirit right now. Whoa. Heer, blaas met uw Heilige Geest nu op dit moment. Wow. And he is moving. I don't know if you can see. There are angels in this room. I see them. Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar er zijn engelen hier in deze ruimte. Father, in the name of Jesus. Vader, in de naam van Jezus. Lord, all tiredness. Heer, alle vermoeidheid. Lord, that deep tiredness of the soul. De diepe vermoeidheid in de zielen. Wow. Gone in Jesus' name. Gaan in Jezus' naam. Amen. Father, thank you. Lord, your spirit of refreshing is here. En Vader, dank u wel, Heer. Uw geest van verversing is hier. God, for those who have done exploits in the past. En voor hen die grote dingen hebben gedaan in het verleden. And Lord, who are wondering in their hearts, how am I going to get the energy to do this again? En ze vragen zich in hun harten af, Heer, waar haal ik de energie vandaan om dit nog een keer te doen? Father, we pray and we cry out a new Pentecost. Vader, we bidden en we roepen het uit, een nieuwe opwekking. The dynamis of the Holy Spirit. De dynamis van de Heilige Geest. Father, daal neer op ons, fall on us. Vader, daal neer op ons. And the Holy Spirit is here. De Heilige Geest is hier. God, you promised me. God, u heeft mij beloofd. Lord, we will not leave this building the same as when we entered. Dat wij deze ruimte niet zouden verlaten zoals we binnen zijn gekomen. Lord, 2023 begins now in Jesus' name. En het jaar 2023 Whoa. Begint nu in Jezus' naam. 2022 awakening begins now in the name of Jesus. En 2022 awakening begint nu in de naam van Jezus. And so we call the future into the present now in Jesus' name. En we roepen de toekomst in het heden nu in Jezus' naam. Father, thank you that you send us out of here. En Vader, dank u wel dat u ons hier vandaan uitzendt. And I just see that as many of us go. En u ziet dat als velen van ons gaan. Many of you are going to be surprised. There'll be a song of joy in your heart. Velen van jullie zullen verbaasd zijn, maar er zal een lied van vreugde in je hart zijn. The Lord is saying, I've taken off your sackcloth and your ashes, and I've given you a robe of joy. En de Heer heeft gezegd, ik haal je rouwkleed en je as van je af, en ik heb je een kleed van vreugde gegeven. And for every leader in this room, en voor elke leider in deze ruimte, every voice of accusation that has come against you, elke stem van beschuldiging die tegen jou gekomen is, I annul the words now in the name of Jesus. Ik maak die woorden ongedaan nu in de naam van Father, Jezus. Father, thank you for the blood of Christ. Vader, dank u wel voor het bloed van Christus. Lord, that breaks every arrow of accusation. Die elke pijl van beschuldiging afbreekt. In Jesus' name. In Jezus' naam. Father, ask you to raise us up. En Vader, ik vraag u ook dat u ons opricht. As one people. Als één volk. United in you. Verenigd in u. For the glory of your name. Voor de glorie van uw naam. The name of Jesus. De naam van Jezus. Amen. Amen. Woo! Let's just give the Lord a hand. An applause for the Heer. Wow.
Wow, wow. 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 Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Amen. Well, you can be seated. I know it's getting a little bit late, but we are Amen. Almost finished. Je mag even plaatsen. We zijn bijna klaar. I want to do one more thing. Ik wil nog één ding doen. Two more things. Twee dingen doen. I want to ask Loved Worship to come up. Ik wil vragen on Loved It's Worship. It's a very good one. And you komen. Know, so much. I don't know if you realize this. Ik weet niet of jullie dit weten. I know we were not in a stadium today. Ik weet dat we vandaag niet in een stadium zijn. But it felt like in the spirit we were already. Maar het voelde alsof we in de geest daar al aanwezig waren. A lot of things has been done in the spirit already. Heel veel dingen hebben al plaatsgevonden in de geest. That's faith. Dat is geloof. We received it already. We hebben het al ontvangen. In the spirit it's already done. In de geest is het al gedaan. Now what has been done in invisible. En datgene wat in het ongeziene is al gedaan. We're going to see it together in the visible. Gaan we nu in het geziene zien. Very excited about this. En ik vind het heel bijzonder. Something has been planted in faith into your spirit. Er is iets geplant in geloof in je geest. And there will be an outward favor. En er zal een uiterlijke gunst zijn. In your life. In jullie leven. Really, things happen in the spirit tonight. I feel it. Ik voel echt dat de dingen in de geest hebben plaatsgevonden vanavond. Some things were aligned with God's plan in this nation. Een aantal dingen zijn op één lijn gebracht met Gods plan voor dit land. I even don't believe you're going to see some stuff in the news. Ik geloof ook dat we dingen gaan zien in het nieuws. You don't have to wait for next year, 2023. We hoeven volgend jaar niet af te wachten of 2023. I really feel like some of the plans of the enemy has been pushed back because of tonight. Ik heb echt het gevoel alsof de plannen van de vijand gewoon teruggedrukt zijn door wat er vanavond gebeurd is. Wow. Thank you, Lord. Dank u wel, Heer. Thank you, God. Dank u, God. I want to do two things. Because ik wil twee dingen doen. This is the most awkward moment to do an offer. I'm sorry, I actually had to do it in the middle part, what we always do, but I felt to do it in the end. So I want to make it short. Well, eigenlijk een ongemakkelijk moment om een offergave te vragen. En eigenlijk zou ik het midden moeten doen. But the Holy Spirit is still working, right? Maar de Heilige Geest is nog steeds aan het werk. I know when we sacrifice, you know, even the fire comes more. En ik weet dat wanneer we dingen offeren, dat er veel meer vuur komt. This is not about money, it's about your life. Het gaat niet om geld, het gaat om je leven. Are you willing to pay the price? Ben je bereid om de prijs te betalen? You really want to see revival? Wil je echt opwekking zien? You really want to see a change? Wil je echt een verandering zien? God needs you. God needs you. God heeft jou nodig. You want to be that vessel. En jij kan die vat zijn. Where we cannot take the old into the new. We kunnen het oude niet brengen in het nieuwe. And this is what I believe, that there's a very special fire of the Holy Spirit here tonight. En ik geloof echt dat een bijzondere vuur van de Heilige Geest is hier vanavond. We were not supposed to do an invitation because of time, but I still feel we have to do an invitation. Eigenlijk hebben we tijd tekort om mensen uit te nodigen, maar toch wil ik dat doen. This ground is holy. Dit is heilig grond. Remember when Moses hit holy ground. Weet jullie nog toen Mozes op heilig grond stond? Well, it was just in the media load, so just he was walking around in the desert. Hij was gewoon in de woestijn, net zoals hier in de media loads. Fire showed up. Toen kwam er vuur. The fire showed up. Toen kwam er vuur. The fire showed up. Toen kwam er vuur. The Father himself showed up. De Vader zelf vertoonde zich. Moses, put off your shoes. Mozes, doe je schoenen uit. Put off all the dust of your past. Haal alle stof van je verleden van je af. You're running around for 40 years because of the mistakes and your identity problem, but today. Je hebt 40 jaar rondgewend door je eigen fouten en je problemen met je identiteit. I'm maar vandaag. To confirm. Maar vandaag ga ik vaststellen. What I put already before the foundation of the world into your heart. Wat ik al vanaf de grondlegging van de wereld in je hart heb gelegd. You will be the deliverer. Jij zal een redder zijn. And I believe that tonight. En ik geloof dat vanavond God wants to say to you, God tegen je wil zeggen. You are used to be a deliverer. Je jaren om een bevrijder, een redder te zijn. There are so much people, there are so much in bondage. Er zijn zoveel mensen die gebonden zijn. We need the fire of God. We hebben de vuur van God nodig. Moses. Moses, you please take off your shoes. Wil je alsjeblieft je schoenen uitdoen? You cannot bring the dust of the old into the new. Je kan de stof van het verleden niet in het nieuwe brengen. That's the invitation for tonight. Dat is de uitnodiging voor vanavond. You want to be part of what God is doing in the Netherlands. Als je deel wil zijn van wat God aan het doen is in Nederland. Please
Leave the dust of your past. Laat de stof van je verleden achter je, alsjeblieft. Encounter the Father. En kom voor een ontmoeting met de Vader. It's confirming who you are. Die bevestigt wie je bent. So we can move forward. Zodat je vooruit kan bewegen. Bring millions of people from Egypt into the promised land. En miljoenen mensen uit Egypte naar het beloofde land te brengen. Amen. Amen. That's the invitation for tonight. Dat is de uitnodiging voor vanavond. And so before we do that. Dus voordat we dat gaan doen. Again, everything you heard. Alles wat je gehoord hebt. Is amazing. Is bijzonder. Do we need your help? Maar we hebben ook jullie hulp nodig. So next year. Dus volgend jaar. We're going to do fundraising all over Holland. Gaan we geld inzamelen over heel Nederland. The RAI cost millions of dollars. Millions. De RAI kost miljoenen dollars. And Empower 21 is going to cover that all. En Empower 21 gaat dat helemaal dekken. They also said, Matt. Maar ze zeiden ook if you met really deze... want to have the stadium in Holland, and we said yes to that. Als je echt het stadion in Nederland wil gebruiken, we hebben daar natuurlijk ja op gezegd. We're going to cover 50% of that. Dan gaan we daar 50% van dekken. So the Olympic Stadium is a million. Dus het Olympische stadion is 1 miljoen. Half million is already covered. Een half miljoen daarvan is al gedekt. Praise the Lord. Prijs de Heer daarvoor. And so next year, dus volgend jaar, we will do a fundraising for a year to raise up the other half million. Okay? Volgend jaar gaan we een jaar lang geld inzamelen om het andere halve miljoen in te zamelen. So we can take ownership over it as well. Zodat we ook eigenaarschap daarvan kunnen nemen. Hallelujah. Hallelujah. Do you have faith with me? Hebben jullie met mij meegemaakt? It's amazing that already a half million is covered. Is het niet bijzonder dat er al een half miljoen gedekt is? That the rise is, you know, most of it is covered. Dat het grootste gedeelte van de rij al betaald is, miljoenen. What a blessing. Wat een bijzondere zegen. So, and tonight we want to cover this night. En vanavond willen we ook de kosten voor vanavond dekken. And we are a small ministry. We zijn een kleine bediening. With a big vision. Met een grote visie. Help us. Willen jullie ons helpen? To touch, reach and impact the nations together. Om de natieën aan te raken en te beïnvloeden. Amen. Samen. We cannot do this without you. Wij kunnen dit niet zonder jullie doen. So this is, I think, the second time in our entire history of six months of Harborfield International, even though it exists a little bit longer, but this name. En dus pas de tweede keer in de afgelopen zes maanden dat Harborfield International bestaat. If you want to partnering with us on a monthly base. Als je op een maandelijkse basis partner wil worden. If you want to sow a seed of faith this night into Harborfield International. Als je een zaad van geloof wil zaaien vanavond in Harborfield International. It would be great if you do that right now. Dat zou bijzonder zijn als je dat nu zou willen doen. Amen. We want to bless Amen. The people tonight. Ik wil jullie ook zegenen vanavond. And we really want to say to you, we use the money to reach the nations. We willen ook zeggen tegen jullie, we gebruiken dat geld om de landen te bereiken. Like Uzbekistan and all the great crazy opportunities we have right now. Zoals Uzbekistan en andere landen. Okay, so there's a card here on your seat. Dus er is een kaartje op jullie stoelen. And maybe you can get it. It's a very high quality card. We love it. Misschien kun je dat even tevoorschijn halen. Het is een kwaliteitskaartje. You can take it home with you. Je kan het mee naar huis nemen. So you can pray for us. Put it in your Bible. Zodat je voor ons kan bidden. Stop het in je Bijbel. It says in golden letters, let's start treating the impacts in the nations together for the harvest. Er staat in goud erop, laten we de landen bereiken voor de oogst. In the back, there is a QR code. En achterop zit een QR-code. So who wants to sow a seed tonight with us? Wie wil vanavond een zaad zaaien met There's ons? Five hands. Er zijn vijf handen. 10 hands. 10 handen. I need every hand. Maar ik heb eigenlijk elke hand nodig. You go to a nice restaurant, you know, you for sure you do something to pay and cover. Als je naar een leuke restaurant gaat, dan betaal je ook iets. So get your card out and then how it works is you put off your phone, you put on your phone. Je zet je telefoon aan. You put your camera on. Je camera. And you just focus on this code and it will show you what you can give very easy. Je scant gewoon de QR code en laat zien wat je kunt geven, wat je kunt kiezen. What's new for us? Credit card, EDEL, VPay, with everything. Dat is voor ons nieuw, maar het werkt. Molly, so also at home there will be a banner showing on your screen right now. Er komt een banner in de scherm nu. And let's take a moment to do that, like 20 seconds. Laten we daar even een moment voor nemen om dat te doen. Is it working? Werkt het? Is it working? Werkt de QR code? Yes, thank you. Ja. Yeah. And of course you can take cash. Yeah, natuurlijk mag het ook gewoon contant. Ja. Yeah. In de schoen doen. This is true. This is our love offer shoe. This is the famous shoe. You don't know. This is history. Dit is one day I killed Goliath over Holland. Want ik heb op een dag Goliath over Nederland verslagen. Here's the shoe. En dat is zijn schoen. Zijn klomp. We use this shoe in all our big conferences actually. So, en we gebruiken deze klomp in alle onze conferenties. That's true. If you want to give cash. Als je contant geld wil geven. Caleb is coming by with a shoe. Caleb even langs met de klomp. You can bring cash in here as well. Maar hier mag je ook contant geld in doen.
Thank you, Lord. Dank u wel, Heer. And also, loved worship. We already prophesied over you several times, but you guys have such a specific sound. And worship, jullie hebben zo'n bijzondere, specifieke geluid. I just made sure you guys will be in the Ahoy with us. En ik weet gewoon dat jullie ook bij ons in de Ahoy zullen zijn. And probably also in other great events, hopefully in Amsterdam. Ook met andere aanbiddingsbands in Amsterdam. And I really want to travel with you guys, or you with me, or I with you. So take you in my big suitcase to Moscow and Uzbekistan, and really I'm serious. So you guys are amazing. Bijzonder. Are you happy? Zijn jullie blij? Are you inspired? Zijn jullie geïnspireerd? Are you filled? Zijn jullie vervuld? Also Arlene, the word you say, the deep tiredness of people, it's so true. I really felt it as well. Arlene, wat je ook gedeeld hebt over de diepe vermoeidheid van mensen, dat heb ik ook echt geproefd. Pray for me. Dit ook voor mij, ja. I was convicted directly. But it's a new era, it's a new season, it's something's happening, amen, and we are part of it. Het is een nieuwe tijdperk, een nieuwe seizoen, er is iets gaande en wij zijn er deel van. Imagine you live in Holland. Stel je voor dat je in Nederland woont. Serious? Serieus. I have people in Poland, Russia, say, what is happening in Holland? All these events, all the world leaders flying to your nation. Ik heb mensen uit het buitenland, Polen en Rusland, die vragen mij van wat is er gaande in Nederland? Hoe komt het dat al die leiders naar jouw land komen? So don't go to Singapore, don't go to Orlando, stay here. Ga niet naar Singapore, ga niet naar Orlando, blijf hier. Amen. Okay, let's stand up on our feet. Laten we gaan staan. And we would love to close with worship. En we willen afsluiten met aanbidding. Thank you everyone for coming. Dank jullie wel dat jullie gekomen zijn. In the back there are tables and pens. Achterin zijn er tafels met pennen. Please leave your name and your email and your address. Oh no, your not your address, your place where you live behind, so we can keep in contact with you. En noteer daar je naam, je woonplaats en je e-mailadres, zodat wij met jullie in contact kunnen blijven. There's a lot of stuff will happen in the coming 18 months. A lot of stuff. Want er gaat heel veel gebeuren in de komende maanden. Amen. Amen. So Lord, we want to give you all the glory. God, we willen u alle glorie geven. It's all about you, Jesus. Want het gaat allemaal om u, Jezus. It's all about you. Het gaat om u. And I just saw when I say it's all about you, a ring of fire around the Netherlands. En toen ik dat zei, het gaat allemaal om u, zag ik een ring van vuur om Nederland. And Lord, in you we are safe. En Heer, in u zijn we veilig. We thank you, Lord, for greater things. We danken u, Heer, voor grotere dingen. And we just want to finish with worship. En we willen gewoon afsluiten met aanbidding. The thing we're going to do for eternity. Datgene wat we in de eeuwigheid gaan doen. Worshiping you, King of Kings and Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginner and the end. We give you all the glory. We aanbidden u, de Koning der Koningen, de Heer der Heren, de Alpha en Omega, het begin en het eind. We geven u alle glorie. And shall we just give the biggest shout of thanks for the Netherlands? For God's hand upon us. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Wanna be where you are.
Lord, we called, we cried, and you answered. Heer, we riepen het uit en u antwoordde ons. We cry, we call, and you answer. What a song. Thank you so much, Lord, for singing this song. Because this is the reality. We called, we cried out, and you answer. We riepen het uit en u antwoordde ons. Steve, you cried out with Magda and you call. And Steve, he's going to answer the fulfillment of the Lord for this nation. En je riep het uit en de Heer heeft geantwoord. You called. Je hebt het uitgeroepen. You cry. Je hebt het gehuild. And he answered. En hij heeft geantwoord. Such a sweet anointing in this place. Er is zo'n salving hier aanwezig. If you have to go, I fully understand it's 10:30. Als je naar huis moet, begrijp ik het, is al 10:30. We don't want to miss the finishing touch of this night. Maar we willen niet datgene wat God nog wil doen vanavond missen. You cry to God. We roepen het uit aan God. If you cry to God. Als je het uitroept naar God. For this nation, for revival, for voor opwekking, voor. Today is answering your call. Vandaag beantwoordt hij je roep. He answer. Hij geeft antwoord. You cannot bring the old into the new. Je kan dat oude niet meer naar het nieuwe brengen. Maybe you did it 10,000 times. Misschien heb je dat al 10,000 keer gedaan. And you say, Lord, here I am, available for the new. En je zegt, Heer, hier ben ik. Ik ben klaar voor het nieuwe. If that's just you. Als jij dat bent. You can respond by just kneeling down here. Kun je reageren door hier gewoon te komen knielen? And we let Holy Spirit just do whatever He wants to do. En we laten de Heilige Geest doen datgene wat Hij wil doen. We don't have a ministry team tonight because we didn't plan to do ministry time. We hebben vanavond geen team die verdiening. Holy Spirit is the best minister to you right now. Maar de Heilige Geest is de allerbeste persoon om jullie te bedienen nu. I call. Ik roep het uit. You answer. You answer. Also at your home. And you came to my rescue, and I wanna be where you called, you answered.
You speak.